mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Convo Talkshow. Mijn naam is Defano Holwijn. Natuurlijk is Yuki Christus in de building. En we hebben een deel van Broederliefde hier. Namelijk Jer en Ems. Wauw. En ik ga meteen beginnen met een hot take. Want Jer zegt namelijk dat Afrobeat zoals we die vandaag de dag kennen... Is gemaakt door Nelson Freitas. Give it up van Nelson Freitas. Sowieso. Ga die jongens gelijk moeten corrigeren. wat ik heb gezegd is dat Nigeria het inderdaad heeft geclaimd. Zoals hoe het in hedendaags klinkt. Maar het komt niet 100% daar vandaan. Ze hebben gewoon hun grote steen bijgedragen op het niveau waar het nu is. Maar de Palop-landen spelen een hele grote rol in de 100 BPM sound. Maar nu zeg je heel wat anders dan nee, net. Nu luister jij, want ik zeg net, ik zeg net tegen jou. Net of ging jij het niet zonder. Wat zeg net tegen jou? Nu zeg je ineens, ze hebben een hele grote steen bijgedragen. Niet ja. 100%. Zo sprak je net niet. Nee, zeg maar, wat ze hebben gedaan heeft een grote rol gespeeld tot de dag van vandaag. Nee, man. Maar het komt niet oorspronkelijk uit Nigeria. Dus hoe het geclaimd wordt, Afrobeat, is niet 100% van Nigeria. Kijk, die kleine woorden die je erbij gooit, niet 100%. Ik zeg net tegen jou. Dat zei je net. Jij kent Afrobeats misschien wat vanaf P-Square? Nee. Wat ga je zeggen? Fela Kuti? Ja, bijvoorbeeld. Dat is niet de sound als hoe het nu bro, klinkt. Ja, maar daarna, jazzy, daarna is het, bro. Bro, daarna is het geëvolueerd. Bro, heb je zijn laatste pokoes gehoord? Bro, hij is begonnen met jazz. Toen werd het een Afro-swing model. Uiteindelijk zijn naam Afrobeat helemaal overgenomen. En nu alle Afro-sounden, die populaire sounden... Wat voor hier bijvoorbeeld popmuziek zou noemen, wat pop is populair. Afrobeat, alle populaire Afrikaanse sounds, Afrobeat. Want bro, broeder, alle Afro-landen, ze spelen sowieso 100 BPM pokus. Is sowieso 100 BPM. Ken jij Cabo pokus? Ja. Zoals ze nu zijn? Ja. Die tijd was dat al zo, bro. Goed verhaal. Maar kijk, boys. Hij zegt hetzelfde als wat hij net die zei. Die sound is toch vanuit ergens geëvolueerd. Kijk, jij hebt het erover, Nigeria kan het niet claimen. Maar die sound is vanuit ergens geëvolueerd naar wat het vandaag de dag is. En Kuti, wat het nu is, is sowieso een grondlegger. Inderdaad. Maar daarom zei ik ook tegen jou, van ik ga je besparen. Ik ga onze legendes ga ik niet opnoemen. En toen begonnen we te praten over Nelson Freitas. En toen... Maakte je uitgeleiders, want jij weet echt, jij kent hem dus vanaf dieper, zei je. Zoiets. En wanneer is dat, bro? 2007. Laten we zeggen 2007. Wanneer was het? De box, TMF, tijd. Ja, was dat 2007 of zo? Er zijn daarvoor veel legends daarvoor, man. Oké, okay, Dan praten we over in Nelson. In ieder geval, Jer, nu heb je het gewoon echt super genuanceerd gebruikt. Net bracht je hem niet zo duidelijk. Net bracht hij hem een stuk heter, maar mensen, in de reacties kunnen we hier heel veel meer over discussiëren. Ja. Waar komt Afrobeat vandaan? Nou echt vandaan? Waar komt het oorspronkelijk vandaan en wie heeft de grootste steen bijgedragen? En ik zeg eerlijk, je zei net wel iets goeds, terwijl ik ben tegen wat je zegt. Je zei pop en ik denk dat is wat er is gebeurd. Het is gewoon populair geworden. Dus Nigeria heeft het gepopulariseerd? Ja. Ja, man. Dus niet, ze hebben het niet gecreëerd. Ze hebben het niet gecreëerd. Oké, in ieder geval. Als je gewoon gaat kijken, van de tijd dat wij naar Nigeriaanse muziek luisterden, toch? Mm-hmm. Dan, voor zover ik mij kan herinneren, tuurlijk, Fela Kuti heb ik meegekregen uiteindelijk op later leeftijd. Maar in de tijd dat ik daarmee, dat ik dat leerde kennen, was het P-Square, bro. Ja, maar dan ben jij... is Asonto, bro. Maar bro, ben jij toch laat? Nee, dat, één, dat is niet zo. Twee, dat is dat toch hetzelfde als nee, broer, ik Nelson pas jij zegt diep net, ken. Jij zegt net, Deel, Asonto. Het is hetzelfde. Jij zegt net, Asonto is Afrobeats. Ja, wat is populaire Afrikaanse muziek? Nee, Afrobeats is een paraplu. Daaronder vallen verschillen. Dat is letterlijk zo. Asonto is geen Afrobeats, bro. Hé, boys, luister. Kijk, weet je wat misschien die fout is? Omdat het inderdaad populair is geworden en omdat het afkomstig is zeg maar, van Afrika, dan denken we zeg maar, van alles wat
Afrikaanse muziek is, is afrobeat. Dat is niet waar, bro. Jawel, bro. Dat het is net waar, als popmuziek. Alles wat populair is, is kuduru, popmuziek. Kuduru uit Angola, is dat afrobeat? Is een afrobeat. Kijk, zie je? Dus is een afrobeat. Eigenlijk zeg jij daar, maar wat, het is broer, Afrikaanse broer, beat. Ja, bro. Luister. Afrobeat is letterlijk die paraplu. Daaronder zijn allemaal verschillende stromingen. Nee, daaronder heb je een kuduro. Daaronder kan je wel. En dat is die fout die je maakt. Bij ons, afrobeat is een genre. Kizomba is een genre. Passade is een genre. Zouk is een genre. Afro House. Pokus. Ai, broer. Van onze Modeland. Die we daar groot hebben gemaakt. Daar ontstaan. Het valt onder Afrobeat. Nee, man. Oké, boys. Boys, we gaan vanuit Afrobeat. En ik wil deze discussie even verder voeren. Weet je waarom, broer? Vertel. Wijka Fadiana, bro. En tuurlijk, ik denk alle landen hebben wel hun echte iconen en legends. Maar broer, in onze land, bro, onze muziekbibliotheek is zo groot, broer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Cesaria maakt Marne, bro. Mm-hmm. Ga jij tegen mij zeggen Marne is Afrobeats omdat het afkomstig is van Afrika? Bro, als het een populaire Afrikaanse muziek is, valt het onder die paraplu Afrobeat. Fout. Nee. Populair nee. Afrikaans. Nee. Want wat betekent eigenlijk beat? Is iets wat met instrumenten is gespeeld, is dat een beat? Nou, wat is het? Zie je, dat is muziek, brother. Je bent gek, man. Dat is geen beat. Oh, dat is geen beat. Ik denk dat het... Je hebt gelijk, bro. Beat, correct me if I'm wrong, maar beat is volgens mij echt wanneer het op computer, zeg maar, getikt of getaped is, bro. Wanneer het soort samen is, bro. Live muziek, dat is geen beat, bro. En Marne, bro, met alle respect... Bro, een beat is gewoon iets met tellen, bro. Hm? Een beat hoeft niet per se door de... Dat hoeft niet. Ik weet, bro, ik weet niet wat de facts hiervan zijn. Boys. Maar voor laten mij we erop houden, laten we erop houden. Voor mij is afrobeat een genre. Iedereen en voor hem is afrobeat... Bro, dit is ook een beat. Iedereen, broer, dit is ook een laten beat. We het erop houden dat tellen, iedereen die heeft geleden onder de slavernij... Nee, maar luister, laat me even wat zeggen. Iedereen, ook niet iedereen heeft op een creatieve manier met pijn is gecreëerd destijds. Of het afrozoek is, of kizomba, of... Afrobeats, wat je ook, of Funana, maakt niet uit. Alles wat gecreëerd is destijds. Mm-hmm. Het valt allemaal uiteindelijk onder. We zijn allemaal één, toch? Ja, maar bro, dit is heel makkelijk. Want de discussie gaat niet daarover, bro. Waar gaat het over? Kijk, we zijn sowieso één. Dat voorop stellen. 100. We zijn sowieso één, 100. Maar nu waar zijn we het gewoon ontstaan is. Nu zijn we gewoon van wat is wat. We zijn aan het kijken van, oké, waar komt dit vandaan? Hoe noemen we dat? Dit is een andere discussie van, we zijn niet maar verdeeld. We zijn een discussie aan het voeren. Telefoon erbij pakken, gaan we nu kijken waar Afrobeat is. Nee, maar nu ben ik echt klaar. Ook nee, maar je mag googlen, nee, maar ik ben wel klaar. Is, bro, dat maar is Google, ook, maar ik ben klaar. De grap is, we hebben niet eens alle tijd, hè. Dus ik weet al van, we gaan vandaag... Ik doe mijn best om niet maar, een groot deel maken. En dan gaan we gewoon een andere keer nog 6 afleveringen het, moeten niet, maken. Uit het niets is Yuki Night. Kijk, kijk wat Ems reed. Ems, kan je voor ons voorlezen? Ems, kan je voor ons voorlezen? Ga niet googlen, ga niet scrollen. Kan je voor ons voorlezen? Wanneer mensen Afrobeat zeggen... bedoelen ze eigenlijk een verzameling van verschillende ritmes die hun oorsprong vinden in Cafedia. Nee, wat staat er echt? In West-Afrika en dan met name in Nigeria en Ghana. Ze worden niet per se geproduceerd in Afrika, maar het is een bepaalde sound die vooral populair is onder Britse en Amerikaanse artiesten. Maar dit is van 2021, bro. Kom op, man. Broer, wat? Ik pak ook zomaar Google daarbij. Waar horen wij bij dan? Wij zijn onszelf. Waar horen wij bij? Waar horen wie? Wij bij? Jullie. Jullie, ja. Jullie zijn West-Afrika, toch? Wij zijn die kant, maar... Oh, je bedoelt van... Meer op oceaan, snap maar. Ja, toch? Okay. Is West-Afrika, man. Is West-Afrika, voor mij ook. Ja, ik denk dat ik denk... Wat weet jullie wat er op eilanden zijn? Dit klopt niet. Ik heb het net van je geleerd. Ik denk wat die broer net zoals Suriname in Zuid-Amerika is, maar Caribisch. Is. Ik denk dat, denk ik, ja, hè? Zo van, ja, het is een beetje, jullie zijn daar maar. Nee, maar daarom, daar staat West-Afrika, bekend Amerika. Nee, bro, ga terug. Oké, maar kom, skip dit, kom, hebben het over kabel. Want kijk, door deze discussie... Negeren we onze vlag? Nee. Kom, ga ook niet zo, want door deze discussie gaat het lijken alsof ik niet ook met kabel ben. Terwijl jullie weten... Nee, je bent niet meer welkom. Hij mag niet meer praten. Yuki, tot net... Nee. Ik dacht dat je Su was, of ik zat ook te zoeken van wacht, wat is deze man eigenlijk? Want op je snap zie ik je druk doen op die Naija Fassi.
Ja? Ik was maar af, is deze man Congolees? Ja. Is deze man, waar komt hij van, Mali? Bro. Is die Su? En weet je wat de grap is? Laatst was in Curaçao, was ik, dacht ik, anti. Hij zou hoor ik net dat je... Hey, bro. Nee, wacht. Juske, één momentje. Boys. Boys. Die man. Jullie hebben dat gewoon niet meegemaakt of niet gezien. Die man is gewoon half Nigeriaans, half Surinaams. Claimt dat gewoon sinds... Dag 1, beide kanten. En jullie zien dat nu pas. Nee, ik dacht dat het Ghanees was. Ja, maar het komt nu in jullie vizier. Wat? Omdat die man naar Ghana is geweest en laatst op Curaçao was. Jij gaat ook op vakantie. Je bent net een Ivoriaan nu. Nee, ja. Iedereen weet. Letterlijk gewoon van broederliefde. Bro, maar jullie maken ook muziek. Jullie kunnen de hele dag schreeuwen. Toe de moeder, kom met hem in deze. Nee, maar de hele dag, bro. Niet doen nou. Ik kan niet dat toch nou. Ook niet de hele dag. Ik ga toch ook niet random wat Obiano Juice zingen. Zo. Nee, dat is Ghanees. Maar ik ga toch ook niet random zulke dingen doen. Nee, maar nu kom je voor... Ik ga toch ook niet random. Yuki, luister nou. Ik dacht even serieus gewoon echt. Yusu gewoon. Yusu. Dacht ik gewoon dat jij echt Su was. Gewoon. Maar ik ben ook Su. Okay, maar vol. Waarom dacht je dat? Ik dacht maar dat dacht toch aan jou? Okay, ja, je zwijt ook niet, zeg maar. Je hebt ook niet, zeg maar, die gemixte tenue van Afu Naija, Afu Su. Waarom zwijt dat? Van Elia moet je even. Wat is dit? Ja, iets. Nee, maar ik vind dat allemaal lelijk. Wat kijk, dan ga ik je zeggen... Eén Surinaams voetbalelftal is gewoon veel te dying. Niemand kijkt naar dat. Het pakt je ook niet. Beleid daar dying. De spelers doen hun best, maar het beleid daar is zo kut. Je wil daar niet mee fokken. Dat is één. Twee, Naija tenue heb ik. Dan dacht ik gewoon dat je hem had gekregen. En niet niemand kijkt naar dat. Mensen kijken. De mensen die kijken zijn even boos als ik, want... Het beleid in Suriname, die SVB's regio. Het moet even opgekrikt worden. Maar in ieder geval... Osimhen? Nee, want hij is ook niks. Maar ja, we hebben het over Cabo. Laten we van Afrobeats gaan naar de Afrika Cup. Trouwens, Armin kon er vandaag niet bij zijn, want hij is het. De Afrika Cup. SO Armin ook. SO Armin. Ik zag, hij is je geregeld. Ze hebben me goed geregeld. Neem ons mee, want je komt echt letterlijk net uit het vliegtuig stappen. Ik kom net vandaan, man. Vlag nog mee. Vlag mee. Tenuutje aan. Neem ons mee in die ervaring, bro. Ja, ik ben twee weken geleden voor het eerst geweest. En een hele gekke ervaring. Gewoon naar daar gegaan. Gewoon uit eigen initiatief. Een andere broeder van ons, Danny, die uit Café, die zijn eigen onderneming daar ook heeft. Die zei, checkte mij en had eigenlijk alle Café-dianen opgeroepen om hun te supporten. En ik zag dat. Ik belde hem gelijk, zei te gaan. Hey, ja man, ik ben in. Zei ik tegen die boys ook. Die boys zeiden van, ja, even kijken, papapap. En vlak na die wedstrijd dat we gaan hadden geslateerd. Bedoem. Ja. Hey, ik zeg je eerlijk. Maar ik zeg je eerlijk. Internet ging even kapot die dag, hoor. Ja, maar ik, voor, je moet kijken. Ja. Je weet die voor en na toe. Ja. Dit is wat ik belangrijk vind. Wat? Wij gingen takkie voor de game. Snap je? Mm-hmm. Je weet die voor en na 12 juni. Dat is ik was voor... 12? En na 12 kwam ik weer. Ja, die mannen weten ook, Frenny, Pricey, iedereen. Ja. Nou, waar moet je Aqua Asia? Aqua Asia. We kunnen ook gewoon op een Jollof gaan of iets anders. Ja. Dus na die gamma ben ik eigenlijk ticket geboekt. Gelijk die kant op gegaan. Volle vertrouwen. Chespa vol. Boos vooruit. Maar hoe voelde die overwinning dan? Hoe voelde het in Ivorcus, hoe voelde het in Nederland? Ik zeg je eerlijk... die eerste wedstrijd heb ik samen met Jer, met die boys gekeken bij Jer thuis. En Stem was Loesu. Stem was al Loesu. Dus ik had daar in mijn hoofd zelf, had ik gewoon even een meeting met mezelf van, hey, wacht even, als mijn stem nu al Loesu is, laat staan als ik daar ben. Ja. En ja, die tweede game tegen Mozambique heb ik toen meegemaakt. Alles was gewoon op en top geregeld. Die boys natuurlijk, Jamiro Montero, Gary Rodriguez, gebroeders Duarte zijn natuurlijk ook onderdeel van het team. En hebben we contact gehad, zijn we naar daar gegaan. Goede sfeer. Ik zeg eerlijk, op voorhand wist ik niet wat ik moest verwachten of kon verwachten van Ivorcus. Maar echt een mooie land, aanrader. Zou ik niet zomaar heen gaan, maar door die Afrika Cup echt petje af. En daar meegemaakt. Tweede wedstrijd geweest. Tegen Mozambique. Ook geslateerd.
3-1. Nee, of 3-0 zelfs. Ik weet niet hoeveel. Nee, 3-0. Ja, 3-0 was 3-0. Ik zeg nog 3-1. 3-0. Rare ballen ook. Van ver. Van ver ook. Van ver. Ja. Ja. Maar ik zeg je eerlijk. Ik zeg je eerlijk. Na die Gimma wilde hij wel gewoon... Dat hij dacht gewoon, bro, man, hij was te veel in die hype. Hij was zo erg in die sas. Hij kreeg zoveel credits. Die man begon opeens. Hij wil uit kleedkamer schieten. No cap. Ja, van man. Overal. Vanuit hotelkamer. Overal. Maar, dat was wel jammer. Weet ja. je, minder. Maar weet je, uiteindelijk heeft hij wel gewoon misschien mooiste goal van Afrika Cup gemaakt. Dat is wel zo. Snap je? Ja, misschien. Maar neem ons even mee in de beleving van het land, man. Hoe... Het leeft heel erg daar. Ja. En in het stadion, wie komt het stadion in? Stadion ook. Kijk, ik zeg eerlijk, vanuit onze volk, we waren niet met zo'n grote groep. Als je gaat vergelijken met bijvoorbeeld een wedstrijd zoals Congo tegen wie speelde ze laatst? De laatste wedstrijd. Guinea? Nee, durf ik niet te zeggen. Ja, Guinea. Ja, Guinea. Daar ja. was het bijvoorbeeld gewoon echt vol. Ja. Prop. Ja. Dus vanuit ons, het leefde meer eigenlijk, zeg maar, hoe ik het toen daar was met die tweede wedstrijd, leefde het meer vanuit de landen waar eigenlijk alle kabels zijn. Dus Zwitserland, Luxemburg, Boston, Brockton, ja. Amerika, Portugal, Cabo zelf, Rotterdam, hier. Gewoon onze vrouwen gingen ook viraal, hè? Hè? Daar komen we zo daar. We komen zo daar. We komen onze vrouwen en zo. Iets dichterbij niet, Mike. Iets dichterbij niet, Mike. Dus dat zeg maar uiteindelijk die tweede wedstrijd. Toen hadden we volgens mij 3-0 gewonnen uiteindelijk. En om dat van dichtbij mee te maken, ja, is niet normaal, man. Ja, kleine groepje, grote impact. We maakten om in lawaai in die stadion. Dus die vaste lijn dat, hè, geloof je. Kleine landje, grote impact. Kleine groepje, grote impact ook. Overal waar we komen, jullie weten het. Zeker. Nee, jullie hebben het wel mooi gedaan. We wisten al, zeg maar, toen dat we door waren. Dus die derde wedstrijd tegen Egypte speelden we eigenlijk met wissels ook een beetje. Man. En alsnog gelijkspel, snap je? Netjes. Salah zat voor me. Salade. Die man was aan het balen ook daar, hè? Ja, spannend om hun. Want ze dachten ook dat ze niet door waren, toch? Want zij wisten niet dat Ghana last minute 2 goals had gekregen. Ja, man. Ja. We moeten ook een Ghanese even hier hebben, man. Die pijn wil ik ook even. Het is een andere pijn. Vanuit ons moet je het ook zo zien van... toen we in die pool kwamen, we zijn nooit, zeg maar, gezien als favoriet. Mm. Mensen kwamen met takkies van... jullie moeten blij zijn als jullie derde worden. Ja. Dus het gaat tussen ons en Mozambique, wie derde of vierde wordt. Uiteindelijk word je gewoon groepswinnaar. Ja. Dus die, zeg maar, die emotie, die komt er ook nog bij. Van los van dat je blij bent dat je eerste staat, komt nog van dat gevoel van je wordt onderschat. Je wordt gezien als dat kleine landje. En dan dat je zo presteert. Ja, niet normaal. Dus, hoe was het voor jou vanuit huis? Ik moet M sowieso zijn props geven. Omdat voordat het begon... gaf die man een speech. En toen zei ik gewoon tegen hem van... broeder, moeilijke poel. En wat was die speech? Ik was wat... ik heb geen woord voor, maar ik was een beetje terughoudend. Mm. En hij ging me toen echt van... nee, ben je gek? En we moeten dit. En kijk hoor, Danny Bob Living zegt ook... we moeten allemaal achter ons land staan. Ik sta erachter, maar ik ben echt een voetballiefhebber. Dus ik was wat in mijn hoofd wat realistischer. Mm. Beetje sceptisch. Ja, sceptisch. En op het moment dat het gebeurde, toen... mijn kinderen lagen in bed en we keken bij mij thuis. En hij begon zo hard te schreeuwen, bro. Het is ook gefilmd, het is belachelijk. Maar op een gegeven moment dacht ik gewoon van, gek. En op een gegeven moment zei hij ook van, kom we gaan. Die voorkeurs, dit, dat. Ik zeg, bro, ik moet veel doen, man, met die kids, dit, dat. Ja. Nee, kom we gaan, moet, is once in the life, moet. Ik zeg, bro, weet je wat, finale. Nee, ik ga niet wachten tot finale, dus... Hoe wij het hebben gekeken, afgelopen wedstrijd in Italia. Mm-hmm. Wat ik heel hard vind, omdat ik vind de beleving start bij ons. Als wij allemaal doen alsof het niks is, dan valt er ook niks te beleven. Iedereen heeft gezien hoe het viraal ging, hoe het bij Mayens dus helemaal propvol was. Waar wij dus met het initiatief zijn gekomen om het uit te zenden in Italia, omdat Ems dus ook... met Ziggo bezig was en het was allemaal, zeg maar, zo dichtbij. Ja. En je hebt licenties nodig voor die dingen en het was gewoon een brutale vraag wat hij heeft gesteld. En het kon.
En dus we hebben dat ook gedaan. En ik ga je gewoon eerlijk zeggen, nu wil ik alle games in Thalia kijken. Man. Ja. Ik heb nog nooit... Volle Thalia voor een voetbalwedstrijd, bro. Ja, maar het was zeg maar wel... dansvloer was leeg, maar ja, iedereen zat gewoon op de tribune. Ja. Maar de vibe was heerlijk. Ja, ik zag het. Maar zeg maar, als er een kans gemist werd, werd er geschreeuwd. Ja, en dat soort dingen. En ik zeg eerlijk, het is alsof je een game maar kijkt in Pathé, man. Ja. Met de stoel beweegt en dat soort dingen. Drank vliegt overal. En dan precies de dag dat dat gebeurt. En dan las hij van met penalties, man. Ja. Moet je maar even corrigeren wat je zei van... voor een voetbalwedstrijd. Ja. Het was niet zomaar een voetbalwedstrijd, man. Wat was er dan? Leven of dood. Ja, sowieso was het gewoon sowieso leven of dood. En uiteindelijk, wat Jared net zegt... onverdiend vind ik zelf dat we met penalties eruit gaan. Die keeper pakt wel heel gek die penalties 3 keer in die hoek. Dat ik denk van... Ja, maar waarom schiet je 3 keer dezelfde hoek? Ik werd zelfs... Ik zeg je eerlijk, ik werd zelfs boos om die man. 3 keer. Het had niet gehoeven, maar we zijn super trots op wat onze land gepresteerd heeft. En vooral als je het van dichtbij kan meemaken. Maar waarom ik zei van dat ik je corrigeer is omdat... zeg maar... dat wij, zeg maar, wat ik zeg... als zo'n klein landje... komt het weer met zo'n grote impact. En het leeft ook gewoon mede door ons. Dat wij het ook nog extra met de kabo's hier zo in Rotterdam. Die hier gewoon in Nederland zeg maar, het meeste wonen eigenlijk. En dat we het zo'n lawaai creëren. Dat heel Nederland eigenlijk ook bij Ziggo dat ze erover praten. Van ja, Café die ook door die boys natuurlijk. Dat ze daar spelen. Dat we zeg maar goed bezig zijn en verrassend zijn op het toernooi. Ja, dat doet ons gewoon heel erg goed. En je zag dat boys ook, ik heb de boys ook zelf gesproken. Ik ging ook naar die hotels zelf met die spelers praten. Om die extra ondersteuning te geven. Extra kracht om ze in hun gezicht aan te kijken. In hun ogen aan te kijken. Om gewoon die extra kracht te geven. En je zag gewoon dat die sfeer er goed was bij dat team. Ik vind het wel nice hoe jullie allemaal met je ziel erin gingen. Gewoon als je online kijkt. Jullie gingen echt allemaal erin. Het was... leek alsof het voor jullie meer dan gewoon voetbal. En dat is wat ik zeg toch. Het is meer dan alleen voetbal. Het voelt alsof gewoon, zeg maar, je bent aan het vechten voor je land. Zeg maar. Zo voelt het voor ons. En al zou het basketbal zijn. Kijk, het is nu dat we voetbal liefhebben zijn. Dan is het extra. Dan leef je nog meer mee. Maar bij ons kabo's, wij zijn gewoon echt een hele trotse volk. Je merkt het ook wel. De kabo's die je zelf kent of niet kennen. Zeker, dat ze gewoon echt... je hoeft maar iets te zeggen en we komen voor ons land op. Dat is gewoon heel erg wat bij ons leeft. En of het gaat om eten maken of muziekstijl waar we het net over hebben. Het leeft gewoon heel erg. Of de vrouwen. De vrouwen. Want hoe zat het met de Caveriaanse spelers? Je hebt enkel gesproken. Ja, zeker. Hoe leeft het bij hen? Die geloof was echt... Ik heb die mooie momenten dat het bloeide zeg maar, in het toernooi. Want in het toernooi moet je natuurlijk groeien. Dat heb ik gewoon gevoeld en meegemaakt. Ook toen we door waren, heb ik meegemaakt dat feestje dat we, zeg maar, toen we van Mozambique hadden gewoond in een hotel. Ja, geweldig met familieleden, fans. Iedereen kwam erop af. En hoe ze ontvangen werden en daarna doorgetrokken. Burna Boy moest ook nog optreden, zeg maar, in het land. Dus het leefde heel erg Afrika. Ik heb dat niet eens gezien, man. Ja, hij moest bij een festival gek ook. Oh, lijf. Je was erbij ook? Ja, ik ben naar die... Je bent gaan. Tussendoor even gewoon naar ja, tuurlijk. Even meepakken. Hoe was dat? Ook goed. Gezellig. Ja. Vooral omdat je niet verwacht, toch? Ik was niet bezig met uitgaansgelegenheden, weet je. Ik was meer gewoon bezig met... Bali. Met Bali en mijn land supporten. En toen kwam dat er tussendoor van... hey, vandaag Burna Boy treedt op. Ik denk, ja, Olua. Ja, we hebben gewonnen, dus maakt niet. Ja, toch. Aquaba. Ja, maar let's go. Dat is Ghanese, joh. Ghanese. Ik zag dat ook gewoon in voorkeur staan. Je komt daar binnen gewoon. Ja? We praten allemaal hetzelfde, man. Hé, broer, alsjeblieft. Nou, ja. We praten allemaal hetzelfde. Benzien, doe welkom ons. Ah, jullie Angola, Sao Tome, jullie gewoon. Maar daar komen we zo. Maar ik heb het natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Hoe we ook gewoon gisteren, zeg maar, heel leuk. Natuurlijk ook gewoon, ik kan er nu om lachen. Maar ik zeg eerlijk, ik was gewoon ook PC emo gewoon maar gisteren. Ja? Of eergisteren. Ja. Ja, man. Na het verlies. Geloof het wel, ik heb het ook van dichtbij meegemaakt. Dan komen we weer bij met Jeff, Fred en Armin natuurlijk. Ze hebben een major blessing gewoon gecreëerd dat ik daar... op het veld gewoon. Ik zag je moest sluipen ook. Ik moest ook sluipen. Ook, ja, maar dat was voor de wedstrijd. Ja, die mensen zijn moeilijk. Dus ze willen alleen doekoe. Als je even. Strek dan. Kan je er langs? Kan je er langs? Ja. Nu ik stap uit, ik laat hem die accreditatie zien. Hij zegt: no, go.
Ik vaak had ik bel Armin, dit dat eindstand. Hij zegt, ja, wij moesten ook uitstappen. Dit, dat. Als ik dat eerder had geweten, zou ik gewoon uitstappen, zou ik gewoon wakker. Uiteindelijk, maar net op de valreep ben ik toch goed aangekomen. En vanaf dat moment, toen ik op het veld kwam, die boys waren al warm aan het lopen. En het voelde eigenlijk gewoon goed, man. Ik dacht gewoon vanaf dat moment gewoon van, nee man, vandaag deze hebben we... Fans ook gewoon van elkaar. Ze zagen me ook natuurlijk met die vlag en begonnen te schreeuwen, dit, dat. Ik dacht gewoon van, deze winnen we wel gewoon. Zeg je eerlijk, ik dacht dat jullie hem ook gewoon zouden winnen, man. To be honest. Dat dacht ik ook. En je zag ook aan de kans, je zag Zuid-Afrika was aan het loeren op die penalties gewoon. Ja. Ze namen al genoegen met, hey, laat het alsjeblieft gelijk zijn. En wij namen daar geen genoegen mee. Ja, maar hij ging er niet in. Ja, wel jammer, want het geloof, denk ik, naarmate het toernooi vorderde, werd het geloof wel steeds meer. Zeker, snap je? Je voelde steeds meer dat de hele community eigenlijk, zeker, ja, man, van, hé, hey, dit gaat echt lukken. Het voelde, weet je, vergelijkbaar met Marokko toen, ja, dat Marokko echt de underdog was. Tuurlijk, dat WK natuurlijk. Tuurlijk. Maar dat underdog gevoel, ja, en dan, je gaat een ronde door, je gaat weer, dan heb je van, hé, hey, het kan nog echt gaan lukken. Maar wat was voor jou wel, of voor jullie, toch het mooiste moment van deze Afrika Cup? Voor mij persoonlijk, ik denk gewoon de saamhorigheid, man. Los van, ja, tuurlijk, voetbal ook, voetbalwijs. Maar gewoon dat op elke plek op de wereld waar kabels zijn, dat het gewoon, zeg maar, dat er mee wordt geleefd. En dat het zo, ja, dat het zo beleefd wordt. En dat je het ziet groeien en dat geloof, vertrouwen. Want we komen echt van ver. We komen echt, echt van ver. Dat je gewoon denkt van... als je kijkt, 10 jaar geleden, misschien kenden mensen Cabo's niet eens, snap je? Als je zou zeggen, ja, wij zijn Cabo of Capverdianen, dan was het van, hè? Wat is dat? Wat is, waar is dat dan? Wat is dat? Ja, nee, maar het is wel echt zo, weet je? En uiteindelijk, 10 jaar later, zie je dat, of het op Ziggo is, of NOS, iedereen heeft het over de Capverdianen, dat we succesvol zijn, dat we... Dat kleine landje, maar toch... Nederlands getint. Nederlands getint wordt erbij vermeld. Maar ja, dat gebeurt altijd toch. Ja. Als het iets succesvol is, is het opeens Nederlands getint. Maar is trots, toch? Dat is bepaalde trots. Mag ook. Mag wel. Je mag het claimen. Trouwens, net Yuki die Naija clip nu. Je wilde iets zeggen, Yuki. Ja. Ik wou props geven, maar deze man... Nee, geef me deze niet. Ik ben pas laatst erachter gekomen dat die sterren staan voor die eilanden. Ik wist dat niet. Maar volgens mij weten best veel mensen dat niet. Ja, man. Nee, kon ik ook niet vertellen. Ja, maar ken je de eilanden toevallig? Of zet ik on the spot? Nee. Wat zijn de eilanden? Allemaal? Ja, zoveel mogelijk. Voor, kan jij opnoemen? Deze eilanden? Nee, een paar. Nee? Nee? Ik weet niet. Kaapverdiaanse eilanden? Ja. Nee, ik ken ze niet. Jawel, je kent ze allemaal. Of als je het zegt, denk ik van, oh ja, tuurlijk. Sunny Claw, Sint-Anton, Saint-Vincent. Ben je op volgorde aan het doen? Ja. Hoeft niet volgorde. Zeg gewoon volgorde. Gooi hem gewoon. Ja, ik ben nu toch al zeg maar zo. Okay, kijk. Saint-Vincent, Praia, Fogo. Santiago. Boavista. Boavista, Fogo. We hebben Santa Luzia, onbewoond. Wat hebben we nog meer? Ik zou niet verder komen dan 3. Misschien 3 zou ik kunnen. Hoeveel hebben we gezegd? 7. Het is geen 7 of zo. Wacht, Saint-Vincent, Sint-Anton, Sint-Niclau, Praia. Santiago toch? Santiago. Santiago, Sal, Boavista, Santa Luzia, Mayu. Mayu, tuurlijk. Fogo. Bra. Fogo. Magun, ken Kaverdi, hoor. Veel hij is erin. Er is nog eentje. Er is nog eentje. Ja, Brave. Brave. Die heb ik opgenoemd, hoor. Okay. Nee, Brave niet. Of Brave. De Kaverdi is de community trots op jullie, jongen. Sunny Clown, Saint-Vincent, Sint-Anton, Boavista, Sal, Mayu, Santiago, Fogo. Boavista, Bravo. Ja, toch? Ja, dat is het. Ja. Weet je wat ik ook zo mooi vind aan dat jullie het goed hebben gedaan, deze Afrika Cup? Omdat dit ook weer andere Kaapverdische spelers overtuigt van, het kan. En ook overtuigd wellicht van, ik wil ook voor dat het land echt gaan spelen, zeg maar. In plaats van... Portugal in plaats van whatever, snap je? Dat was mijn theorie wat ik eigenlijk wil zeggen. Van, het geloof wat is gecreëerd, de beleving. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar wat wij hier in Nederland dan aan het doen waren. Ik vind dat als Suriname speelt, als Curaçao speelt, als Marokko speelt. Het moet gewoon normaal zijn dat mensen samenkomen om bij elkaar te kijken. Niet alleen Nederlands elftal. Want er zijn zoveel nationaliteiten hier. Dat vind ik een gekke nieuwe normaal. Maar ook als je gewoon kijkt naar de halfbloedjes
die eraan zitten te komen. Dubbelbloed. Dus dat noemen ze dat dubbelbloed? Ja, man. Oké, dubbelbloed die eraan zit te komen. En ik denk dat dat een hele gekke lichting gaat worden. Ik praat wereldwijd gewoon. De voetballers dat binnen nu en 10 jaar, binnen nu en 20 jaar, allemaal gaan komen. En ik hoop is dat iedereen zeg maar voor zijn eigen land uitkomt. Tuurlijk, heerst er een tory van als je echt een exceptionele talent bent. Tuurlijk, snap ik, als je kiest voor NL. Maar wat je nu de laatste tijd heel vaak ziet is dat boys kiezen voor NL, gaan 1 toernooi mee. Ja. Terwijl als je kiest voor je eigen land... Nederland is ook je eigen land, want dat kunnen we niet negeren. Ja. Maar je moederland. Als je kiest voor je moederland, daar kan je spelen tot je einde vaste waarde worden hier. En je kan gewoon jouw steentje bijdragen, zodat de rest ook kiest. Je wordt ook gewaardeerd. Ja. Je wordt gewaardeerd. Ja, dat is meer. Gewaardeerd, je kan bij wijze van, dat vind ik zeg maar mooi. Kijk, wat jij nu zegt, is gisteren had ik het met Gary ook op de airport, met Gary Rodriguez had ik het hier over, van... Ik gaf hem echt dat besefmomentje van... hé, wat jullie hebben gedaan is niet normaal. Mm. Is echt niet normaal. Snap je? En voor hem is het moeilijk te beseffen... omdat hij nog zeg maar in het moment zit. Snap je? Maar ik als buitenstaande, ik ben ook onderdeel... voel me ook onderdeel van Cap Verde. Maar het is toch, wij beleven het anders. Wij kijken echt naar hun prestatie en we zijn al trots. Snap je? En toen hadden we het erover van... Hij zei ook van, de lat is nu hoog gelegd. Snap je? En mensen hebben een bepaalde verwachting... Maar uiteindelijk, als je het van de andere kant bekijkt, wat Jer nu ook zegt, is het meer, we hebben iets moois neergezet en we zijn uitnodigend geweest voor de opkomende talenten en de mensen die zich misschien op het begin dat gevoel hadden van, weet je, als ik een talent ben, 17, 18 jaar, wil ik misschien nog voor Jong Oranje spelen, terwijl je misschien al voor selectie kan spelen, voor Cap Verde uit kan komen. En dat geldt niet alleen voor Cap Verde, dat geldt ook voor Marokko. Die na het WK zeg maar zo gepresteerd heeft. Nu zeker, zie je dat ja. ze veel sterker worden. Ja. Ondanks de prestatie wat ze nu hebben geleverd op Afrika Cup. Maar ze worden heel sterk. En ik denk dat voor ons, en ik denk ook niet alleen voor ons, ook voor Suriname, gewoon Curaçao. Weet je, dat je gewoon uiteindelijk, als je alle talenten gewoon... gewoon je research gaat doen op alle talenten die er rondlopen in de jeugd. Denk ik wel wat Jer net ook zegt, dat er hele sterke teamlanden aan kunnen komen. En we hadden toen erover, zei ik ook tegen hem, van... Ik denk na dit toernooi, wat Cap Verde heeft gespeeld, dat heel veel spelers die misschien of voor Portugal uit kunnen komen, of voor Frankrijk, waar ze dan zitten, weet je, dat ze, of voor Luxemburg, dat ze toch nu gaan twijfelen en gaan denken van nee, ik wil echt voor mijn land spelen. Want uiteindelijk, die aanvoerder bijvoorbeeld Ryan Mendes, hij speelt daar al... 12, 13 jaar. Ja. Snap je? Hij was nog in zijn bloei van zijn carrière. En nog een talent toen hij net bij die selectie aanschoof. En hij is nu aan het einde van zijn carrière. En is nu gewoon aanvoerder. Ja. En ik kan je zeggen dat hij ook gewoon privileges misschien op het land heeft. Puur door die trots. Snap je? Omdat hij een legend is. En dat geldt ook voor een Heldon Ramos die in 2000... die teert nu nog op de goal die hij maakte in 2013. Ja. Dat we naar de kwartfinale gingen. Hij is nog en hij wordt nu door de CAF, de bond, zeg maar, het voetbalbond van Afrika, van de Afrika Cup, wordt hij gewoon uitgenodigd. Gewoon, hij is gewoon onze hij DJ. Is betrokken. Hij is betrokken. Hij is onze Drogba. Ja, man. Ja. En ik bedoel, van kijk naar Surinamers, broer. Hoe vaak hebben jullie wel eens gewoon eventjes erbij gezeten en gewoon even bedenken wat je op papier kon hebben als selectie? Tjish. En terwijl de regels zijn veranderd, hè, boys kunnen zeg maar nu, na hun 23e, nog steeds de switch maken. Er komt een fase in je carrière dat je gewoon ziet van... NL gaat mij niet meer pakken, bro. Ja, klopt. Maar dat is voor die boys die nu gevestigd zijn. Ja, maar zeker. Ik denk dat... Die switch als komt. Als wij soort van bij Cabo onze stem gaan laten gelden... en wat meer erbij betrokken kunnen worden in de organisatie... gaan wij hun echt lastigvallen met talent vanuit hier en vroeg ook. Dat NL is nog, dacht er nog niet eens aan of heeft je nog niet eens zien schitteren. We hebben hun al doorgespeeld. Ja. En er lopen genoeg talenten rond. Kijk bijvoorbeeld naar een Joral Hato van Ajax. Joral Hato is half Capverdiaans en half Antilliaans, snap je? Dat is een mega talent. Super veel respect.
komt ook uit Rotterdam, speelt nu bij Ajax en die speelt... Nee, ja, jongens... Ja, nee, het is niks, ga verder. Nee, het is niks, ga verder. Hij komt uit Rotterdam. Ja, nee, bro, hij komt uit, maar je weet toch? Ga ja, verder. Hij komt uit Rotterdam, hij speelt nu bij Ajax. Speelt Ajax, speelt zijn wedstrijden, speelt heel goed, ontwikkelt zich ook. En dat, als je kijkt naar zo'n jongen, dat hij zoveel wedstrijden... Nee, maar serieus, hij speelt zoveel wedstrijden op zo'n... Hij is 17. Ja, klopt. Bro, die man is abnormaal, man, bro. Ja. En ik zie de media soms nog zelfs een... prestatie een soort van downplay. Die man is 17 jaar en in een... Tuurlijk, wat ze ja. weet wat ze zeggen van... Ja, hey, hij kan op die leeftijd moet je er al staan. Vriend, die man is 17 jaar. Ja, 17. Ja, respect, ja, major respect. Dat is abnormaal. Ja. Maar als je dan kijkt... Kijk, wij kijken dan van die andere kant van... Oké, mogen jullie ook gerust weten. Ik ga niet eens in details treden, maar... Nee, is low om te vertellen. Ik zeg gewoon eerlijk. Los van dat we respecteren, omdat hij is gewoon een... Exceptionele talent. Exceptionele talent. En, dan ga ik het met je maar delen. Maar zo kwamen we ook met respect op hem. Op snap hem. Je? Dus Caverdi heeft via hebben ze ons benaderd. Omdat ze zagen van, dat we enig contact met hem hebben. En weet je, hij is nog een jonge boy. Weet je, talent. En de contact die wij hebben is ook niet zeg maar intensief, maar we spreken elkaar zo nu en dan en via Instagram, je gaat elkaar volgen, je hebt respect voor elkaar. En toen hebben ze mij en Jay benaderd van we hebben een oog op hem laten vallen en we willen graag met hem en zijn ouders en zijn kamp willen we graag in contact komen om gewoon met hem te praten. Niet eens zozeer om hem bij de selectie gelijk te halen, maar gewoon puur om te laten weten dat ze interesse hebben, zeg maar nu het nog kan, snap je? Weet je, om te laten weten van, oké, je moeder is Caferis, kom af en we hebben interesse, kunnen we een plan bij jou voorleggen, bij jou in je kamp. Toen hebben we hem benaderd en hij heeft met zijn ouders heeft hij toen daarover gesproken in zijn kamp en met respect ook gezegd. En toen was hij nog niet opgeroepen voor het Nederlands elftal, gewoon gezegd van. Ik respecteer en waardeer dat ze mij en dat jij me ook benaderd hebt, maar mijn droom is echt om voor Nederlands elftal te spelen. En echt respecteer ik ook, heb ik ook gerespecteerd. Ja. En het mooie hieraan is dat hij ook gewoon een maand daarna of zo werd hij opgeroepen voor Nederlands elftal. Ja. Dat was heel dat ik dacht van heel gek, snap je? Dat hij op 17-jarige leeftijd, dat je dan wat Jared net ook zegt, als je exceptionele kwaliteit hebt, wat hij ook heeft en benut. Het is begrijpelijk om dan zeg maar die keuze te maken. Het zou zelfs fucked up zijn als hij zelfs tegen ons zou zeggen van... Ik heb er wel oor voor of zo. Omdat bij hem kijk je gewoon van... Bro, dit kan echt gewoon... Zijn carrière kan gewoon... Lijf. Echt. Ja. Echt gek. Hij wordt nu al... Betreft Nederland in één adem genoemd met een... Je toch Van Dijk, De Ligt en Botman en noem maar op. Als hij op deze leeftijd soort van erbij komt en ook... Je toch, mogen God dat voor hem hebben uitgestippeld. Erbij blijven voor de rest van zijn carrière, bro. Dan gaat hij een record interlands gaat hij halen, bro. Ja. Dan gaat hij captain worden, gek. En ik hoop echt dat voor hem is weggelegd en dat alles... Ik vind het wel mooi dat jullie die link konden zijn, man. Dat jullie die link konden zijn, want jullie hebben dus sowieso al contact met de bond. Ja, niet per se direct bond, maar via een andere contactpersoon zeg maar, van ons die dicht bij ons staat. Die heeft weer contact met de... Maar het is wel aan het groeien, man. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen. Zijn er meer voetballers van Caapverdi gekomen of die nog niet voor het land spelen? Zo, ja, man. Welke? Ja, man. Genoeg. Dylan. Zet ook een paar in de doelaar. Hij doet het goed. Hij doet het heel goed. En niet omdat het zijn broertje is. Ja, en ook mijn broertje is. Weet je. Jullie zien het ook. Ja, zeker. Voorbij komen, weet je. Dus hij blijft prikken. En het is... Weet je, uiteindelijk wil je ook zeg maar dat het via de... gezonde weg gaat, dat hij gewoon zelf het afdwingt. En dat is hij gewoon daar staan we wel echt voor, zeg maar. We weten wel dat mensen gebruik maken van hun naam en connecties, maar wat we echt belangrijk vonden is dat ze hem namen om zijn prestaties en kwaliteiten. En dat is wat nu aan het gebeuren is. Ze hebben hem gezien. Dus wij zijn niet aan het kloppen van je moet hem nemen. Nee, we hebben gewoon alles geregeld, papieren geregeld. En dat is ook wat ik tegen die boys wil zeggen, die voetballen nu. Regel je papieren, man. Ja, man. Regel die dan. Als jij recht hebt op jouw Surinaamse paspoort... of Antilliaanse paspoort of Kaapverdiaanse paspoort... Regel het nu alvast. Voor je zodat eigen je niet, bestwil, zeg maar, wanneer je benaderd wordt... dat je dan pas gaat schakelen. Ja, want met dan mis je net het toernooi. Ja. Ja. Precies. Ja.
En dat is het. Je hebt bijvoorbeeld bij Excelsior heb je nu een Drensley, Sanchez Fernandes. Mm. Dat speelt nu ook gewoon zijn wedstrijden. Die heb ik ook wel eventjes gesproken erover. En dat is ook wel een potentiële speler om uiteindelijk in aanmerking te komen. Maar je hebt vooral, weet je, in andere landen, Portugal, heb je heel veel. Kijk bijvoorbeeld naar een Renato Sanchez. Mm. Bijvoorbeeld. Dat is een cabo. Ja? Vol. Oh, dat gaat gewoon vol, vol. Ja? Renato Sanchez is... Die cabo weer. Die cabo weer. Fijo cabo weer die aan. Cabo weer die aan. Blijft een soort eeuwig talent of zo, hè? We hebben veel boys die voor Portugal hebben gekozen. Linksback van PSG. Ja, Nuno Mendes. Oh ja. Smedo. Maar dat zeg, kijk, dat is waar we het net over hebben. Dat is zeg maar eigenlijk, zeg maar, dat komt net voor deze tijd waar we nu naartoe gaan. Maar geven ze ongelijk, zeg maar. Daarom maar daarom gaan we weer terug naar het punt van het moet ergens beginnen. En dat is dit jaar geweest. Dit jaar kijken mensen van, oh ja, ze doen het toch wel. Ze kunnen het wel doen en we kunnen verder komen. Ja. Dus zeker. Wellicht. Volgend jaar is weer de Afrika, is weer de afkomst. Oh ja, volgend jaar alweer. Ja. Dus ja. Ja, nee, maar goede stenen gelegd, in Marokko man. Volgens mij ook. Ja, Marokko. Ik heb gelijk, ja. Maar nieuw jaar, Cabo. Ik wil daar zijn, man. Ik zal nog gaan. Ik zal gaan, maar die planning ging moeilijk, dus ik moest naar Cura. We trekken door, Ja, maar er is gewoon veel te vertellen over die... Nee, maar we trekken door ook gewoon. Zeg maar, als je terug gaat gewoon zo. Ik denk van, hé. Het stopt maar niet. Je hebt gewoon... We hebben Broederliefde treedt op in Cabo. Ja. Daarvoor ook gewoon... Documentaire ook. Ja, daar komen we ook nog. We komen ook nog. Ik zeg je eerlijk. Oké, ik lig in de nacht in bed... Ik kijk naar die snaps, ik hoor... Hoe je papila? Oké, Nusvang. Ik ga slapen, ik word wakker, ik hoor het nog steeds. En die snap is van 10 minuten terug. Jullie gaan... Kijk, iedereen in het... We hebben een keertje... die concept van die nieuwjaarsfeest... hebben we geprobeerd naar Curaçao te halen. Mm-hmm. Maar het blijkt gewoon dat Cabo... of dat er nog wel een paar landen in Afrika zijn... of ook nog ergens anders die... Het is gewoon een derde wereldland, bro. Dat hun zijn niet op... hoe heet die ding? Decibel meter, vergunning. Tot zo. Broer, vissa's zijn gewoon tot 12 uur 's ochtends, bro. Kijk maar wat je doet. Mensen komen pas 4:30 en zo. Ze dagen gewoon voor die vissa alsof ze nachtdienst gaan pakken, zeg maar. Gewoon serieus, bro. Mensen gaan even loes, komen terug. Ik kon het niet aan. Ik kwam in Nederland, broer. Ik had gewoon een serieuze jetlag. Nee, Cabo. Na Cabo moet je wel naar Thailand gaan, zeg maar. Want hoe feesten ze daar? Want we hebben het een beetje op Snapchat mee kunnen maken. En die vissen, het zag er goed uit. Het zag er mooi uit. Dat ik al zeg decibelmeters. Snap je? Toen ik daar was, besefte ik van... Hé, die muziek staat fucking hard, bro. Ja, man. In NL hebben we decibelmeters, man. En toen kwam... Ja man, 105, 98 zie je altijd zo ergens. Mm-hmm. Broer, daar is dat niet, bro. Mensen drinken serieus. Maar ik persoonlijk, ik denk zeg maar dat die dingen versterken elkaar. Zo'n Afrika Cup. Je ziet die cameramannen van Ziggo, broer, ze filmen in het publiek. Ze blijven lang bij die vrouw. Die vrouwen zijn echt... Zijn hun cabo? In het zonnetje zijn dat gezet? Cabo's? Ja, ja, tuurlijk, man. We hebben de mooiste vrouwen, man. Dus voor de toerisme is het ook weer... Broer, ik ga niet, daar ga ik niet eens in discussie over, bro. Ik vind het wel. Ik ga niet in discussie. Kijk, weet je wat je ziet me bij Creole Kings met mijn grok, toch? Weet je wat het is? Kaveri is sowieso prachtige vrouw. Sowieso prachtige vrouw. Nee, maar broer, je snapt het niet. Ze zijn. Hij is in een andere vibe. Ja. Die kabelmensen komen in verschillende kleuren. Weer donker kan je daar, weer licht kan je daar, weer super licht. We hebben medium rare, alles. We hebben rare. Ze heeft daar helemaal alles. Ze is nog breder zelfs. Zelfde, man. Ze is nog breder. Zelfde, bro. Ja, maar kijk, maar misschien omdat ik Su al gewend ben, is die voor mij niet meer. Ja, maar dat is ook zo, bro. Dat is sowieso. Maar broer, hoe bedoel je hetzelfde? Heb je Chinese kaperian? Ik weet het niet. Nee, maar er is al Javaans, je hebt Chinees, je hebt Boeddhistisch. Jij moet zo bekijken, zeg maar. Brazilianen, wat zijn Brazilianen?
Broer, wat zijn Brazilianen? Brazilianen zijn toch ook Indianen, zeg maar? Mm-hmm. Yo, broer, oh, dat broer je. Ja, 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 toch, zeg maar, we hebben dat, bro. Gewoon Dogla en zo, hoe jullie dat noemen. Ja. We hebben alles. We hebben uit het bos. We hebben uit het bos. We hebben een wijk alleen met rastas. Hey, maar jullie moeten me wel een Chinese café. Ja. Ik heb nog nooit gezien. Ja, bro. Ik heb nooit gezien. Of misschien wel gezien, maar wist ik niet eens dat. We hebben half Cabo, half Dominicaans. We hebben half Cabo, half Chinees. We hebben half Cabo, half Braziliaans. Half Cabo, half Turks. Half Cabo, half Marokkaans. Broers, alles. Oké, veel modellen. Nigeriaans. Half Cabo, half Nigeriaans. Ja. En hier is nog eentje. Ik voel dat hier nog een half Cabo, half kwart Nigeriaans, kwart Su. Ja? Jawel. Afu. Ja. Nee, hij komt. Broer, ik zeg je eerlijk. Afgelopen 4 jaar ben ik sowieso alleen met Cabo's geweest. Ook wel tussendoor iets anders, maar over het algemeen wel. Cabo's, man. Ah, boy, boy. Maar ze hebben me gevonden, toch? Want ik ging een keertje met een Cabo-meid mee naar Vissa. Ja, toen zat ik erin, man. Oh ja, dat ook. Moest ik voelen naar Nago, zomaar. Cabo's, zeg maar. Ja, er waren mensen uit NL gewoon die niks met Cabo te maken hebben, waren daar. En ze bevestigen het ook. In Cabo gaat iedereen uit om te dansen, bro. Ja. Geen muurbewakers. Dat geloof ik. Ik zie het in Rotterdam. Geen Mona Lisa. Snap je? Fatje maakt zich zorgen om de taal. Wat? Je kan voor naar pakken, translate. Maar welke talen spreken ze daar dan? Meerdere? Meerdere, toch? Ja, ik zeg, ze zijn wel slecht. Nee, alleen dat. Maar meerdere, nee, niet, oh, alleen dat. Engels. Oké, Engels gaat niet werken. Fakka met jou zekle. Wat? Oh, die kinderen. Hij wil zeggen, fakka met jou, hoe is het? Maar hij zei, hoe zekle. Oh, hé. Oké, dus gewoon, nee, kijk, het is gewoon Krios. Als je gaat, als je besluit om te gaan, moet je wel gewoon inlichten, je weet toch? Ja, maar dat gevoel heb ik ook. Als je naar café gaat, moet je wel een... En weet je wat hard is? Een gids. Wij hebben, zeg maar, op wat ben je? Ben je op, ik ga met vrouwtje, ik wil, zeg maar... Het land zien. In een resort. Ja. Sal, Boa Vista. Kijk. Maar ben je, zeg maar, Matties en we willen... Nou kijk, wij gaan gewoon een keer met jullie mee, snap je? Dan zitten we sowieso goed. Nee. Laat me je gewoon... True, toch? Als we op die gaan, dan moeten we echt gaan in die van... Kijk, eind van het jaar ga ik je nu alvast zeggen... Kijk, want dat zeg ik ook tegen die boys. Ik zeg, boys, als we Cabo echt goed willen zien... moeten we sowieso langer blijven. En creëren. En dan moeten we gewoon echt gewoon activiteiten gaan doen. Dus dan ga je echt... Heb je genoeg mooie plekken om te gaan om... weet je, vooral voor de mensen die nu naar Praia zijn gegaan... Die denken van, het zijn alleen feesten. Maar je hebt genoeg, je hebt mooie stranden, je hebt natuur. Ja. Ik zag juist mensen die gingen dingen, man. Eiland hoppen, ik juist. Als je gewoon gaat, als je op dat bent, heb je genoeg eiland hoppen. Genoeg mooie plekken. En dan kan je, hebt gezien hoeveel eilanden we hebben. Kan je gewoon, als je, zeg maar, dus het is niet eens duur, hè, voor eilanden. Nee, man. Dan kan je bootje pakken, je gaat, en dan ga je echt natuur zien. Dan ga je echt 3 weken. Maar die vliegtuig is wel fucked up, want Chavez ging uit. Ik zeg, lijpe vliegtuig. Hoe lang waren jullie dan? Hoe lang waren wij daar? Vijf, zes dagen, snap je? Het voelde nooit. Lang, man. Gewoon 24 uur wakker, bro. Bro, ja, kan niet, man. Vijf, zes dagen en dan constant. Terwijl we eigenlijk wel behoefte hadden aan gewoon ook even 2-3 dagen. Weet je wat ik ook echt hard vond? Ja, toch. Het was zo hard qua soppie en zo. Maar ik dacht dat ik echt was aangekomen. Dus ik kom in Nederland, ik sta op de weegschaal, broer. Afgevallen. Dus het eten is echt gewoon... Doe niet Trokkiepang en McDonald's en Pizza Hut en zo. Dat hebben we niet, hè, broer. Is gewoon ketchupen in de ochtend. Ja, man. Dat is onze kapsalon, zeg maar. Ja. Twee eitjes. We blijven nog even in Cabo, want we moeten ook naar de docu. Documentair. Hoe kwam het tot stand, überhaupt, zeg maar? Het idee wat bij hen lag? Ja, vanuit hun, man. Vanuit Vanix. Vanix heeft mij, NPO Vanix heeft mij benaderd. Wasim heeft natuurlijk Back to the Roots. En ze had al eentje gedaan met Numidia. Maar in delen, toen had ik het gekeken, had ik het meegekregen. En ze hadden mij benaderd van, we willen graag met jou. Want ze hadden die interview met Duwertje gezien, over de Roots, zeg maar. Ja. En door dat kwamen ze op mij van, we willen eigenlijk met jou, doordat je dat verhaal hebt verteld, willen we eigenlijk naar daar gaan. Had ze me benaderd en zei ik tegen hem van,
hoe zien jullie dat voor u? Dus hadden ze met die reportage, die docu, ja, mini-docu van die item van Numidia laten zien. Mm-hmm. Dacht ik van ja, het is wel tof om terug naar je roots te gaan. En echt te delen met de buitenwereld waar je vandaan komt. En mee te geven over cultuur, muziek, alles gewoon. Vervolgens, als het ingepland, kwam Wasima eerst natuurlijk bij mij thuis. Hebben we ook interview met Jay gedaan en zijn moeder en familie bij hun op de zaak. En al een beetje meegenomen in hoe het eigenlijk vanuit hier, hoe het hier eraan toe gaat met cultuur. Terwijl het eigenlijk best wel ver is, maar toch dichtbij. En waar hun vandaan komen en hoe hun kijk erop is vanuit onze moeders. Toen ben ik naar daar gegaan en heb ik eigenlijk, zeg maar waar we het net over hadden, heb ik het eigenlijk vanuit die kant, waar ik zeg maar normaal naar Cabo ben, normaal gesproken ga je naar Cabo en dan ga je echt super hard. Ben ik echt van een hele andere kant ben ik naar Cabo gegaan. Ja. Ik ben zeg maar, totdat ik die docu had gezien, mm-hmm. Ik ben persoonlijk niet echt geïnteresseerd geweest in dat soort dingen. Net zoals bijvoorbeeld toen we naar Ghana waren gegaan. En Memphis was echt op een tip van, hey boys, dit gaan we echt doen. Cultuursnijden. Wij gaan echt, deze cultuur moet dat. Gesnoven worden in je hersenpad. Dat. En dat we die rondleiding gingen doen. En bro, ik brak gewoon in tranen. Ja. Gewoon. Ja. En toen zag ik uiteindelijk, zeg maar, want ik ben zo vaak in Cabo geweest, bro. Ja. Maar mijn hoofd was niet daar. Het was gewoon te jong, te wild of zo. Maar toen ik dat zag, toen dacht ik gewoon van, fuck. Die gaat ver, man. Ja. Dingen wat mensen ook uitleggen. Ze vinden tot deze tijd nog skeletten en zo in de grond en zo, broer. Ja, het gaat te ver, man. Terwijl ik op die weg, ik ben zeg maar, elke keer dat ik naar Cabo ben gegaan, dat is de weg naar mijn oma, ben ik zeg maar nooit echt, ben ik daarbij stil gaan staan, weet je. En dan kom je daar, even vanuit die optiek, en dan maak je het zo mee, en dan krijg je die informatie ook mee, en dan dringt het echt tot je door. En dat je dat met de buitenwereld kan delen, zelfs Cabo's die het ook niet wisten. Ja. Want wat is bijvoorbeeld iets specifieks wat jij daar hebt meegekregen wat je eerder niet wist? Of wat heel veel Capverdianen eerder niet wisten? Slavernij vooral, man. Veel gewoon gedetailleerde dingen over slavernij. Dat ik dacht van, ik heb hier zeg maar al jarenlang, rij ik hier langs als kleine jongen. Rij je ook over zeg maar dat gedeelte waar... Ja, waar iets rechter voor de mic. Waar de slavernij zeg maar heeft plaatsgevonden en dat gedeelte waar... de skeletten van de lichamen zeg maar nog werden gevonden tot aan 2000 misschien 2005-2006. Dat is lang, man. Dat is echt lang. Dat is echt lang. Snap je? Dat mensen nog gewoon delen van lichamen hebben gevonden. Dat ik dacht van, ik heb hier gewoon langs gereden als kleine jongen en nog steeds. En ik weet er gewoon zeg maar nu pas weet ik echt wat hier allemaal en hoe de Portugezen zeg maar tot zeg maar te werk zijn gegaan de kolonisten. Snap je? Dat is echt gek, man. Want toen wij gaan, dan waren zij ook naar Cape Coast gegaan. Zijn jullie ook naar Cape Coast gegaan? Ja, Cape Coast ook gegaan, ja, man. Bro, ik was daar met Fano, we komen eruit. En ik zeg tegen Fano, het voelt zelf raar dat we Nederlands praten. Ja. Want er was zo'n tekst op de muur. Juist, ging die guide laten zien. Ja, bro. Hij zei, we kunnen het gewoon lezen. Ja, en hij legt uit van, deze namen, deze achternamen ga je niet meer tegenkomen. Want mensen hebben namen al gesplitst. Ja. Van de bro, dijk. Die dingen deed of pijn, bro. Ja, gewoon zulke namen. Kijk, ik zie Portugese kerk. En die man legt ons uit van, hey, voordat Afrika is verdeeld, was het gewoon Afrika, bro. Ja. Dus je bent niet Nigeriaan, Ghanese of Cabo of dit. Je bent Afrikaans, ja man. Ja. En dat heeft hij wel echt erin gezet van, what the fuck, bro. Eigenlijk ook met geloof. Het was ook zo'n beeldje met een kruis, zeg maar, boven. Wat je ook zeg maar, zag op. Wat je ziet op die. Die tenue van Portugal. Ja. Toen kreeg ik daar ook even een besef van. Precies waar we het net over hadden. Van heel veel Capverdianen zeggen van. Weet je, ik claim me Portugal, voelen zich Portugees. En voor een deel zal dat komen omdat ze daar misschien geboren zijn of daar opgegroeid zijn. Maar voor een deel is het ook gewoon van, ja, ik weet niet beter. Je weet niet beter. Ja. Dus ik support Portugal, snap je? Terwijl uiteindelijk als je gaat verdiepen in... Kijk, je kent de mensen die nu Portugal vertegenwoordigen, kan je ook niet blamen. Ja. Want het gaat way, way back, weet je. Maar uiteindelijk komt het wel ergens vandaan. En dat, door dit ben ik zeg maar nog meer een trotsere Capverdiaan, man. En besef ik meer waar we vandaan komen en weet ik waar we voor staan. Ja, want man. Kijk, ook met geloof en zo, weet je, dat is ook weer erin gepusht. Veel Capverdianen zijn katholiek. Mm-hmm. En ik ging natuurlijk daar ook mijn verhaal een stukje doen van over het geloof natuurlijk. En kijk hoe dat eraan toe ging, vanuit de islam.
En de ene reageert erop, zeg maar. Ik geef sowieso geen fok op wat mensen vinden. Maar de ene reageert erop van, ja, kan niet. Hoe kan je nou zeggen dat je moslim bent, terwijl je op Caferische eilanden bent? Daar zijn alleen katholieken en christelijke. Terwijl, hè, weet jij zelf waar je vandaan komt? Hoe ben jij eigenlijk hoe is het geloof, zeg maar, daar tot stand gekomen? Heb je daarin verdiept? Dat denk ik dan, snap je? En ik ben dan niet, zeg maar, een persoon die met jou dan in discussie gaat daarover. Maar dat zijn wel dingen die je, zeg maar, bij jezelf moet neerleggen om te gaan verdiepen waar je echt vandaan komt. Ik vind het sowieso wel mooi dat deze tijden er sowieso steeds meer informatie vrijkomt. En bijvoorbeeld ook door deze docu, dat mensen dat kunnen zien. En dat mensen ook steeds meer op zoek gaan naar hun geschiedenis. Want onze geschiedenis zit gewoon, is heel complex, toch? Er zijn gewoon mensen die letterlijk kunnen zeggen, ja, mijn opa is dit en mijn overgrootopa komt van hier. En bij ons gaat het misschien tot, bij wijze van spreken, de moeder van je opa. Of de, en daarna is het gewoon een soort van lost, toch? Ja. Van, komt van een boot, maar je weet niet van welke boot. Je weet ook niet uit welk land. Ik kan niet zeggen van, hé, mijn overgroot komt uit Ghana of Nigeria. Je weet niet, je kan maar heritage doen en betalen om te kijken waar je en zelfs dat is niet super accuraat, dus is lijp, man. Ja. Maar het is wel mooi om te zien dat mensen wel. Ja. Precies dat, wat je nu zegt. En dat geldt niet alleen voor ons Kaapverdianen. Het geldt eigenlijk, of je nou vanuit Ghana komt. Ja, precies. Ja. Ik zou het ook mooi vinden als bijvoorbeeld, kijk, nu zijn we daar geweest, maar dat de buitenwereld gewoon ziet wat Memphis bijvoorbeeld daar doet, weet je. Gewoon, en niet dat hij het voor het oog doet, maar wat wij hebben gevoeld en wat jullie misschien hebben meegemaakt. Maar ook vanuit Nigeria, vanuit iemand die misschien vanuit de Dominicaanse Republiek komt. Van oké, ja, de Afro-Amerikanen, maar hoe is dat tot stand gekomen? Dat je echt dieper gaat op je roots. En dat onze kinderen en kleinkinderen en die daarna komen, dat ook weer steeds meekrijgen om dat estafette stokje, zeg maar, een beetje mee te geven, zodat onze roots niet verwaarloosd wordt. Dat eigenlijk, man. Zeker waar, man. Die stap van jou, zeg maar, wat ik echt belangrijk vond, en dat denk ik dat wij, wat moet ik zeggen, buitenlanders of allochtonen, allemaal hebben. Die stap die hij gemaakt heeft, heeft mij wel een soort van echt mijn purpose in life, zeg maar, gegeven. Van beseffen waar je ouders vandaan komen, waar ze doorheen zijn moesten gaan. En dat ze hierheen zijn gekomen. En zodat wij die hier zijn en hier zijn opgegroeid en hier zijn geboren, dat we beseffen waarom we hier zijn en wat de doel is daarvan, zeg maar. Die missie moet niet vergeten worden. En door die stap ben ik daar harder in gaan staan en heb ik een meeting met mezelf gehad, zoals hoe hij dat altijd zei. En ben ik mijn leven, zeg maar, echt gaan veranderen, man. Van, Ben, wat zijn we nou aan het kloten, man? Ja. Tuurlijk, een feestje is leuk op zijn tijd. Maar uiteindelijk moeten we nu iets gaan doorgeven aan onze kinderen, snap je? En ja, ik vind, zeg maar, als je gewoon kijkt naar hoe de hedendaags geleefd wordt. Mensen knallen elkaar neer en die dingen, broer. Ik ben tegen dat, omdat die missie is veel groter, broer. Als we, zeg maar, moeten die tories, zeg maar, loslaten en gewoon doorgaan met die missie, man. En je probeert je ouders terug te sturen naar daar en te bouwen aan je land, zodat we, weet toch, hier werken, daar investeren, ook hier een vestiging hebben, een huis hebben voor je kinderen om op te groeien, zodat, zeg maar, die machine kan draaien, zeg maar. En ja, ik vind die mensen van onze lichting deze tijd, zeg maar, ze negeren die verantwoordelijkheid. En dit is wel nodig, die stap van jou heeft mij dat daar echt geduwd, man. Dat is het, om gewoon uiteindelijk ook, los van die roots, ook weer wat Jer goed zegt, is dat je ook gewoon weer, dat we los van wat Jer net zegt, dat we los van onze roots, dat we proberen ook gewoon een steentje bij te dragen. En die steen moet uiteindelijk gewoon een hele muur worden. Maar dat, je kan die muur niet, zeg maar, in je eentje bouwen, snap je? Dat we gewoon met z'n allen, dat iedereen gewoon een steentje legt en dat die steen uiteindelijk een hele Caferiaanse muur of een Ghanese muur of Nigeriaanse muur, waar je dan vandaan komt, Marokkaanse muur. Dat we gewoon bijeenkomen en dat we gewoon uiteindelijk het land versterken om de potentie te benutten van het land. Zodat mensen van buiten ook gewoon graag naar die land willen. En niet alleen om te feesten of van, ja, ik ga daar naar de vrouwen, maar ik kom daar om gewoon met mijn gezin te wonen. Of misschien zelfs iets te bouwen ook. Weet je, dat het niet alleen voor de Caferianen is, maar gewoon iedereen die gewoon de potentie ziet. Maar het start bij onszelf.
Hoe ga je iemand laten geloven dat jouw land dat land is als jij zelf niet gelooft? Net als bijvoorbeeld met traditiedagen. Bijvoorbeeld als hun Ramadan hebben, dan vast ik een paar dagen mee. Mm-hmm. Als wij kerst vieren, dan kijken we van hun vieren geen kerst. Dus kunnen we niet iets met z'n allen samen doen? En dan doen we, zeg maar, ik geloof gewoon, ik geloof in Gado. En ik geloof dat Gado ons bij elkaar heeft gebracht. Dus ik geloof ook in ons. Mm-hmm. We hebben gewoon een eigen diner gecreëerd, Fine. Snap je, daar komt die slang weer. Snap je? Dat is fine. Maar je gaat binnenkort horen. Oh, ik wilde je net vragen waarom. Geen een gebroederlijke, familiaire diner. Dus familie. Ah, oké. Fine. Mooi. Fine. Dus deze gaat, zeg maar, deze gaat landen nog. Deze gaat nog in het land komen. Oké, weet je, hoe moeten we dat... Kijk, geloof, hé. Ja, nee, ik zeg niks. Ik ga je uitleggen, maar puur op deze. Puur op deze, van kijk. Je hebt bijvoorbeeld het nieuwe normaal wat jij net zegt. Van, je hebt misschien broeders die denken van... Ja, maar ik kan geen kerst vieren. Kijk, ik vier geen kerst. Maar je hebt ook broeders die denken van... Ja, met Ramadan, kijk, uit respect vast ik mee. Dan creëren wij gewoon eind van het jaar gewoon voor onszelf. Gewoon niet eens feestgerelateerde dagen. Voor onszelf, gewoon eind van het jaar. Om de kinderen, alle kinderen bij elkaar. Vrouwtjes... familieleden, gewoon met elkaar. Dat we gewoon een gezamenlijke familiediner hebben om het jaar gewoon... Tradities, ja. Toch? Een traditie staat om het jaar gewoon gezamenlijk af te sluiten. Fine. Ik weet niet eens of het Frans is of Spaans of... Ja, diner is wel Frans, dus ja. Fine misschien fine ook. Misschien is het wel Caverdiaans. Ja, het is wat jullie ervan maken. Afrobeats. Is Afrobeats. Hey, maar wat was het moment, wat sinds 2013... Oh, ben je aan het verdiepen? Maar wat was aan het moment voor jou dat je zei van... Hey, volgens mij moet ik nu gewoon... Eigenlijk constant uitstellen. Die struggle met jezelf. En wat was die struggle? Waarom stelde je uit? Gewoon meer van, ja, ik ben niet perfect. Ik ben niet... Die klinkt misschien cliché, maar het is echt zo. Ik heb echt in die struggle gezeten, weet je. Gewoon echt dat ik dacht van... No, maar ik sop hier nog. No, ik heb ook even gerookt. No, ik doe nog slechte dingen. En op een gegeven moment... kwam ik volgens mij in 2020, eigenlijk 2020 volgens mij, toen net met corona, kwam ik zeg maar op het punt van, er gebeuren zoveel gekke dingen in de wereld, dat ik een andere perspectief kreeg, zeg maar. En wat jij net ook zegt, zei van, dat je meer gaat beseffen en ruimte krijgt om te beseffen, want je bent constant in die trein, van oké, wacht even, we zijn dankbaar, maar waar zijn we nou dankbaar voor? Wanneer er wat gebeurt, zeggen we alles gebeurt met de reden, maar welke reden nou? Snap je? Dus je gelooft heel erg, je hoopt heel erg, je hebt heel erg het geloof, maar waar geloof je in, zeg maar? Snap je? Dus toen ging ik daar, los van het verdiepen, kwam ik toen tot mezelf van, hey, ik moet persoonlijk nu een keuze gaan maken voor mezelf, om uiteindelijk gewoon een leidraad te hebben, een richtlijn te hebben. En waar is mijn gevoel het sterkst? Ben ik Ramadan 2021 was ik bij een was ik bij een paar broeders. Toen zei een broeder tegen mij van en ze waren met z'n allen gezamenlijk aan het bidden en dat vond ik sowieso vanaf het begin altijd al mooi, weet je. Daarvoor is ook een hele story aan vooraf. In 2013 kwam ik ook vast te zitten als ik dubbel cel met een met een broeder. Daar begon al het plantje, zeg maar, eigenlijk. Ja. Het zaadje begon daar al. Maar die stap naar 2021 was met Ramadan. En vanuit daar bij broeders. En toen kwam mijn broeder naar mij na het gebed. En ik voelde altijd die warmte ook gewoon al bij het gebed, weet je. Maar ik kon zelf ook helemaal niet bidden. En zijn broeder tegen mij van... hij zegt, broeder, als ik naar jou kijk, jij bent moslim. Jij bent al. Hij zegt, jij bent al moslim. Maar ik keek naar hem en ik moest een beetje lachen en ik straalde. Maar ik dacht van, wat? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, broeder, ik let vaak op jou, hoe jij leeft, hoe jullie leven als broederliefde, hoe jij staat, hoe jij praat, hoe jij, jouw karakter, de manier hoe jij beweegt. Jij leeft al als een moslim. En toen hij dat zei, had het me wel aan het denken gezet van, ik ben heel bewust van wat hij aan het zeggen is. Ik heb ook door van wat hij aan het zeggen is. En toen ging ik weer uitstellen. Ik dacht van, nee man, ik moet nog toch wat kennis opdoen. Laat me nog wat meer gaan verdiepen. Vragen stellen. Boeken, ook gewoon testament, boeken lezen.
ja, namen van de profeten leren kennen. Weet je, daarin heb ik ook een sheikh, een imam gesproken. Vraag aan hem gesteld, mijn vragen, mijn twijfels bij hem neergelegd. Mm-hmm. En hij heeft eigenlijk al mijn twijfels, zeg maar, ontnomen, man. En vanaf dat moment voelde ik me wat vrijer. En begon ik langzaam met zijn aantal broeders. En vanuit ja, broeders of andere ja, moslims die mij dan ja, hebben soms ja, toch die push probeerden te geven van... Waar wacht je op? Doen. En ze bedoelen het misschien goed met de juiste intentie, maar ik vaar niet op dat, snap je? Ik vaar echt op mijn eigen gevoel. Eigen, ik moet ja, heel goed voelen. En op het moment, toen ben ik eerlijk gezegd 2022, toen alles weer open ging, heb ik eigenlijk mijn proces een beetje verwaarloosd. Ben ik gewoon eerlijk in. Heb ik het even links laten liggen en was ik helemaal in de wereldse en weet je, helemaal. En toen, doordat ik dat links had laten liggen en wij weer hard gingen, dacht ik van nee man. Dit is het moment. Nee, ik ben juist nu, ik voelde van ik ben juist nu weer helemaal left aan het gaan. Oh dus ja, ja, ja. Dus maar je terwijl moet weer... ik geproefd heb ja, van waar rust zat, ja, snap je? Ja. En toen dacht ik van nee man. We zijn nu te hard aan het gaan. Eerst volgende... Ik zocht die moment. Ik wou het eigenlijk al doen. Maar ik zocht gewoon een moment. En toen dacht ik van... Niks is mooier om in de Ramadan te bekeren. Ja. Ik was eigenlijk al over ja, mijn besluit. Zeg maar, over mijn besluit was ik al uit. En toen heb ik gewoon Ramadan genomen. Omdat je dan zeg maar echt de heilige maand... Ja. Dan is het toch een ander soort moment, gevoelsmatig. En toen heb ik het ook bij die sheikh, die imam, die, waar ik mijn twijfels had neergelegd. Met een aantal broeders, die onder ogen van een aantal broeders. En nog een andere broeder van mij, die ook bekeerd is, die is er ook bij geweest. Alhamdulillah, die is ook bij geweest. En ik vond gewoon dat we in die gezelschap, dat we daarin dat moesten doen. Dus heb ik mijn respect, mij man. Respect, want... Sorry, zeg maar. Nee, ik vind het nice om te zien hoe jullie allemaal bezig zijn, man. Want we kennen elkaar natuurlijk lang. Ja. Van gewoon van Fano en Jorin keuken, gewoon daar ja, chillen. Ja, zeker. Druk doen, nee, nee, vissa, dit, ja, dat. Maar je ziet toch wel hoe iedereen op zijn pootjes terechtkomt. En niet eens alleen qua geloof, maar ook qua hoe jullie leven. Je ja, ziet, ik zie jullie kinderen krijgen, ja, ja, bijvoorbeeld. Ik zie ja, jullie bezig zijn met dingen buiten muziek. Ja. Het is nice om te zien, ja, maar ik hoop dat jullie alleen maar meer en ja, meer... Maar is wat Jair zegt, ja, van... Als je bewust bent en je negeert jouw bewustzijn, zeg maar, dan ben je eigenlijk gewoon verkeerd bezig, toch? Ja, snap je? Okay. Vooral als je weet van, we hebben kinderen nu. Tuurlijk, we kennen het stukje succes, maar als we, niet alleen kinderen, we hebben ook familieleden die jonger als ons zijn. Dus we zijn sowieso voorbeelden, snap je? En als we dan bewust zijn van dat geloof ons houvast is en datgene is, ongeacht waar je in gelooft, wat ons bij elkaar houdt, weet je, en we elkaar ook. Ik heb gesprekken met Jer gehad, met Shaf gehad over we moeten elkaar juist stimuleren. Van als ik, hey, heb je vandaag je gebed verricht, weet je, of ben je naar de kerk geweest? Dat doen we ook soms misschien te weinig, snap je? Ja. Maar elkaar de waarheid spreken, de waarheid naar elkaar ja, spreken om ja, elkaar goed je te zien, nou, snap je? Je doet al dit, al dat en begon eerlijk, zeg maar. Dat. We merken dat vaak is zijn we matties van elkaar in het belang van negatieve shit. Ja. Dat je een soort van meedoet aan die dingen van interesses en zo. Terwijl, als je gewoon echt met elkaar praat over lijf en over doelen en zo, dan daar liggen de antwoorden waarom bepaalde dingen niet lukken. Je weet toch? Dus we moeten korter op elkaar zitten. Zeg maar. Zeker man, en wat Yuki zegt, je toch, we kennen jullie al lang. En we hebben jullie gewoon ook echt voor onze ogen ouder en wijs zien worden. Ja. En wat we ook krijgen. Baard zien krijgen. En wat we ook gewoon weten is dat het niet makkelijk is om in een groep te opereren, ja, snap je? Eigenlijk, we hebben nog 60.000 vragen, maar daarom, we gaan dit sowieso nog een keer ja, vervolgen, maar we weten hoe moeilijk het is om in een groep te opereren, man. En daarom zie je ook dat door de jaren heen, bepaalde groepen zijn er ook niet meer, snap je? En jullie zijn er gewoon nog steeds, dus sowieso echt respect voor dat. En jullie nieuwe single komt eraan. Wat kunnen jullie daarover zeggen, man? Hij is nog steeds niet gevonden, man. Hij is nog steeds niet gevonden. Als dit uitkomt, is hij al gevonden. Ja, ik weet niet. Dan wordt hij, denk ik, dan is hij daarna on the road. Oh, daar is hij al gevonden. Oh, daarvoor. Ja, ja, daarvoor. Dat is daar. Ja, oh, daarvoor. Het is voordat ja, jullie ja, nieuwe single uitkomt. Ja, ja, ja. Ja, je ziet dat het ook gewoon... We zitten in een lekkere flow, man. Ja. Want hoe kwamen jullie überhaupt bij, man? Lost and Found, oude tunes. Wat... Zeg maar hoe ik zeg maar zitten. Broer. Is deze man. Nee, deze maar we man, zitten in een lekkere deze flow. Maar je ziet brein, bro. Afrika, hij kan gewoon naar een tafel kijken en gewoon visualiseren. En
Waar hij van houdt is als hij lekker de vrijheid heeft om te brainstormen en creatief te zijn. En soms hoor je gewoon van die gekke ideeën en dat ik gewoon op een gegeven moment ben ik gewoon... Weet je wat voor team dit is? Ben ik gewoon in een van... Hey, nee, maar weet je wat voor team we hebben? Team Geel. Team Geel? Ken je die boek die zeg maar... Oh, ook, ja. Gebaseerd op kleuren. Ja. Precies hetzelfde bij. Ja. We hadden een test creatief. Gedaan en daar bleek dat we het exact hetzelfde hebben gescoord. Gewoon. Ja? Exact. Maar jullie twee of onbewust de groep? Onbewust en bewust. Nee, wij twee. Ja. Oh, ja. En want hoe kwamen jullie erop? Nou, hoe, want jullie worden, of iemand, je wordt een dag wakker en denkt van... Hé, appelmintpuur was eigenlijk wel hard. Kom, we droppen dat gewoon. En die egalité is er ook... Kijk, we hadden die Last and Found tune hadden we gemaakt gewoon uit een spontane sessie. Dus ken je die pokus die gecreëerd worden in sessies die geen sessie zijn? Mm. Juist. Gewoon omdat we er waren en een sample, hup. Mm-hmm. Hadden we die pokus gemaakt en vanuit daar start het. Die pokus heet Last and Found, daar ging het over... We kozen ook specifiek dat onderwerp van laten we het over een soort virie hebben, zeg maar. En daar kwam Last and Found uit. En zo die wisselwerking, zeg maar. Tegelijkertijd waren mensen altijd al online pokus aan het vragen die... Je zet foto met je ching, ze vragen egaliteit. Zeg maar gewoon van hey, wanneer dit, wanneer dat. En die drang was zo hoog. Dat op een gegeven moment is Last and Found. Maar wat is dan bij die Last and Found? En toen kwam deze creatieveling met... Hey. En als dan daar bij die Last and Found dan om in dingen zijn die last zijn. En, hey, toch, zeg maar. En zo is een hele marketing eromheen. De verloren tekst eigenlijk. De verloren tekst. Want een hele marketing. Last and Found staat los van... Ja, precies. Het staat los van egaliteit en... Ja. Maar omdat die Last and Found, die track, was, zeg maar, al hadden gekozen als eerste single. Ja. En aan de achterkant liep dit al, dat met de vraag naar het oude track, zeg maar, heel erg groot was. En omdat we die track natuurlijk ook op online hadden gezet, wat we ook niet vaak doen. Wat we ook niet vaak doen. Zeg maar, hoeven het hadden geschreven en getaped hadden we online gegooid. Dat. En dat versterkte elkaar allemaal. Ja. En toen dropten we Appelmint, bro, en die pokoe ging gewoon... Zo, ergens een bom ingekomen. Tijdens in een kerstperiode waar jullie... Kerstperiode stonden we op 2 zelfs. 2 zelfs, dat is wel gek. Maar dat is raar. Ja. Ik keek gewoon naar die tory van ik verwachtte het niet. Ik was gewoon op een tip. Oh, je was er niet mee bezig. Mensen waren gewoon op... Ze willen dat, maar op een gegeven moment begon ik wel te kijken van... maar dit is waar. Ze hadden het echt. Graag ook, man. Ging... Maar daardoor, door die appelmintpuur, vroegen ze ook gelijk van... Ja, maar deze... Egaliteit. Deze ook. Oh, begon al bij Gevoelig Feestje, bij die festival. Die festival Van ja, ze gaan oude tracks doen, maar ja, dan die. Dus onder die comments gingen mensen helemaal hem op die op die tracks. Is compleet ooit uitgebracht. Die zat ook in bij die buis. Is ook een lot. Zeg maar, we wilden diep gaan. Ik zeg eerlijk, we wilden echt diep gaan. Maar op een gegeven moment... Gingen jullie te diep, dacht je... Relax. Ja, of dan toch, omdat sommige pokus heb je gewoon geen files meer. Tuurlijk. Team Geel. Ja, man. Het komt ook niet in veel groepen voor dat er ook 2 leden zijn die hooks doen, hè? Ja. Want jij doet ook best veel hooks. Ja, best wel. Dat komt niet zo vaak. Als je terugdenkt, gewoon bij anderen, of tenminste bij Nederlandse groepen, als je even terugdenkt en ook hooks die hits zijn geworden. Ja. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, jij hebt dan een vuur, je hebt de Alaka op je naam. Ja. Heb jij een wat stunten? Ben jij alleen? Ja, we hebben gewoon samen. Maar dat is ook goed. Dat jij het soms kan zijn en jij het soms kan zijn. Het is gewoon heel vaak, weet je, en dat onderschatten mensen ook van een groep. Hoe mensen zeggen bijvoorbeeld van ja, EM's, hoekiller, Minoloop op zichzelf, of los van we zelf creëren, op zichzelf kan die ook gewoon heel veel creëren, snap je? En dat is gewoon mooi en dat versterkt ons weer gewoon in de groep, gewoon dat we gewoon, of we samen zijn of los van elkaar zijn, we kunnen creëren. En dat is een gunst, dat we gewoon kunnen creëren. En precies wat je zegt, of het een vuur is, of een keer een Labanta, of een Maluku, of... Het matchen met elkaar, snap je? Ja. En die potentie is gewoon heel erg. Die vrijheid die we elkaar geven. Die vrijheid, ruimte die we elkaar geven. Ik heb nog een hoek van Shaf nodig, man. Ja, er is. Ja, egalité. Ja, maar egalité hoef ik niet zo. Ja, hij is ook niet mijn tjoe, maar hij doet die hoek. Hij doet wel die hoek. Is toch mooi. Is ook niet mijn tjoe. Hoek is niet je tjoe. Gewoon, is niet mijn tjoe, man. Ik zeg eerlijk, ik denk is Rotje model. Nee, die is dat. Maar ik voelde die is al lang niet echt.
Maar hey, appelmint puur voelde ik wel. Die was wel echt... Maar compleet toe, bijvoorbeeld, ja, die heb ik meer van. Joek, jou van die uitgesproken winnen. Nee, niet zo. Nee, niet zo. Maar gewoon... Ja. Maar goed, ik kan het begrijpen. Want als je naar die pokoe luistert, dan hoor je ook gewoon beatwise en zo, zeg maar. Dat het van een andere tijd is. Maar dat maakt het ook gelijk weer vintage of zo. Vintage, ik hoor je. Ja. Nee, zeker. Dat, ja, en bro, want als jij, zeg maar, wij zouden nu die pokoe niet meer kunnen maken, bro. Ja. Snap je? Dat is volgens mij is dat ook leuk, man. Want jullie zijn, kijk, voor ons is het van jullie droppen oude tunes. Maar voor jullie kan het ook vastvoelen van, hey, we waren, hoe oud, 18, 19 toen we deze hadden gemaakt. We waren 20 bij deze. Ja. Ga je ook terug naar die tijd. Ja. Bro, ik zeg eerlijk, soms zit het zo, hè, bro. Ja. Soms kan die shit niet meer terugluisteren, man. Echt niet. Maar dat is gewoon kwalitatief. Maar ik snap wel, zeg maar, het gevoel wat het bij mensen opwekt. Snap je? Mm. Omdat je toch denkt van, hey, zo, hier zat ik... Hey, hier zat ik met Fano in de tweede, man. Hey, hier zat ik met Giorano in de eerste, man. Hey, hier zat ik met Achie in de... Snap je? Het is dat nostalgische gevoel van... Je gaat terug naar kluisjes. Mensen hebben dingen meegemaakt op de tunes. Dat zeker. Het is mooi dat ze meegroeien ook. Je weet toch? Ja, Ems, jij moet bijna weg. Ik wil je nog een laatste vraag stellen. Waar zijn we, man? We hebben dat niet eens meegenomen. Waar zijn we? Zo. Waar zijn we? Respectloos dat we eigenlijk dat niet gelijk hebben. Snap je? Waar zijn we? Ja, man. Ja. We zijn thuis eigenlijk. Ik voel me thuis waar ik begrepen word. Dus we zijn op de plek waar ik me begrepen voel. En dat is Stilo. Het is naast de studio is dat hier zo. Oh, de studio? Oh, nee, ik dacht naast de studio. Oh, oké, maar ik dacht, snap je? Naast de studio met natuurlijk je eigen huis. Ja. Ja, neem ons mee, man. Stilo, wat is het? Waar zijn we? Stilo is een, is een kleding / sneakerzaak. Rotterdam, Stilo Rotterdam, Benthuizenstraat, gelijk promotie ook. Benthuizenstraat, 20 Rotterdam. Kom je Stilo checken, je hoort het aan. De naam Stilo is gewoon Stilo, straattaal voor stijl. Dus vandaar dat we... En we hebben ook een track natuurlijk Is het niet mee eens? Stilo, lulu. Maar wat wil je zeggen? Zeg wat je wil zeggen. Ik had in mijn hoofd gehoord van... Oké, die hebben jullie wel de lucht ingegooid. Oké. Die zou ik... Maar ik vind persoonlijk Stilo is Surinaams. Ja, maar Stilo is niet van hem. Nee, maar ik vind niet van... Maar we hebben de lucht in hebben gegooid. Hé, tijd man. Vaatje, rustig. We hebben wel een push gegeven. Ja, een push. Zeker. Dus wat die Nijjas doet. Maar Stilo bestaat al. Maar ik bedoel... De lucht ingegooid. Hoe Burner met deze kwam, hebben Stilo wel deze gift. Hé hey broer, alsjeblieft, man. Stilo, je hebt gewoon een kleine van Oké, toch? Oké, ja. Hoe is het ontstaan? Eigenlijk, de zaak bestond al, zeg maar. Ja. Was een beetje anders, maar bestond al. Onder die naam? Of? Nee, een hele andere naam. Oké, okay, ja. Ook ander soort kleding. Ja. En toen, doe het samen met Soef. Dat is een broertje van een goede broeder van ons. Broeders van ons. En hij is nog jong en heeft heel erg veel ambities en potentie. En ik zag die potentie ook bij hem qua werkethiek en werklust. Want is hij op jou afgestapt, jij op hem? Nee, eigenlijk is het vanuit... kijk, wij zijn vanuit ons zijn we sowieso bezig gewoon nu in een volgende fase van onze... Onderneming. Ja, toch, onderneming. Mm-hmm. En... zoals Jer heeft Bird Game nu. En dat loopt ook gewoon goed. Voor de mannen met baard. Voor de mannen met baard. Check je Bird Game. Wat is Bird Game dan? Ja, ik vind je sick, je mag je ook wel spicen. Ja, maar wat is Bird Game dan? Op het moment, geef die mensen even. Op het moment, zeg maar... Ik gebruikte zeg maar nooit baardproducten. En op het moment dat ik dat ben gaan doen, ben ik gaan beseffen hoe stoffig mijn baard al die tijd was. En vroeger had ik ook een sickie. Kijk, je sikkie is een beetje droog. Het kan een druppeltje gebruiken. Het is net als hoe je je lichaam insmeert. Yeah. Zo is je baard ook. Je sikkie is zo sick. Hij noemt je gewoon Neo. Ja, man. Dit was zeg maar die seintje van we moeten kappen, hè? Maar weet je wat de grap is? Klap hem gewoon even een vijfje. Hij zegt gewoon, mijn sikkie is droog, maar ik heb je olie vandaag gebruikt. Ik heb was laatst in Parijs, zeg maar. Je weet hoe Eiffeltoren doet, toch? Kijk even naar mijn baard. Je hebt wel een goede baard, man. Ik ga het gebruiken, man. Als je wil, kijk, voor iedereen is wat anders. Kan ook voor de wenkies, kan voor die snoren. Ja, toch? Ik kan gewoon kijken, ik wil een beetje shine, snap je, support. Ja, is belangrijk. Is belangrijk. Weet je, bent zeg maar een verzorgende mannetje, toch? Zeker. Die dingen. Ja, 100. Dus ja, je baard heeft ook love nodig, man. En je toch, sommige hij is mannen... Hij is met sowieso gemberbier of zo. Hé, wat?
Dit zijn Cabo jokes, man. Ja, dit zijn Cabo jokes. Of Rafa jokes. Nevo, luister even. Nevo, geloof me. Pak een beetje gemberbier in, hoor. Smeer hem bij je lies. Ga direct over. Gemberbier. Bro, niemand heeft jou dit gezegd. Hé, bro, jij bent niet goed, man. Maar ja, kijk, luister boys, deze jokes... Leuk. Nee, 100. Deze jokes gaan we voor een andere keer laten. Als jij weet wat Nitro is, zeg het in de comments. We waren even bezig met Stilo, nee. Ja. We mogen door, hè. Het is jouw tijd. Jouw tijd, hè. Ik heb nog 5 minuten. Oké, ja. Stilo, in ieder geval, vanuit daar heb ik het eigenlijk... Hadden zijn broers mij benaderd van... weet je, we weten, je hebt de ambitie om ook gewoon te ondernemen... Is dit niet iets voor jou? Had ze het neergelegd bij mij. Ging nadenken, brainstormen, dacht ik van... Ik voel het zeker. Want uiteindelijk, als je ook gewoon vanuit de culture kijkt... is kleding, schoenen, is sowieso iets wat past... bij de hip-hop urban cultuur. Weet je, en vanuit daar heb ik het ook bekeken... dat het niet echt een ver van onze bedshow is. En wij zitten sowieso, wat ik net zei... zitten we sowieso in die fase om te ondernemen. Er lopen ook nog een aantal andere ondernemingen... die nog niet van de grond helemaal zijn, maar kom nog, inshallah... Maar vanuit daar heb ik gewoon gedacht van, weet je, ik stond gewoon op en ik dacht van, hey, ik ga niet meer nadenken en creatief weer doorsparren op dit en dit. Gewoon doen. Even gewoon doen, ervaren. Weet je, hebben we een gesprek ook vaker onderling gehad van, hey, weet je, we moeten meer gaan doen in plaats van denken. Denken en dingen in je notities. Kijk, die notities zitten helemaal vol met creatieve dingen. En dan doe je uiteindelijk niks. Uiteindelijk blijf betrekken en die tory blijft waar het is. Blijf waar het is, weet je. Dus vanuit daar gewoon uiteindelijk doorgetrokken en gewoon ook vasthouden. En uiteindelijk zei ik wel van, ja, ik wil wel werken aan het concept van de zaak. En het concept is eigenlijk... Het doel en het concept van de zaak is eigenlijk om... Ja, eigenlijk niet per se niet de grootste streetwear brands per se in de zaak te hebben. Maar gewoon degene die echt, wat ik zelf tof vind. Wat ik zelf ook gewoon draag. Bijvoorbeeld een Lumière. Kijk, dat zijn gewoon dingen die ik gewoon draag, weet je, dagelijks. En dan heb ik ook gewoon zoiets van, ik wil dingen verkopen die ik zelf ook leef. Snap je? En daarnaast wil je ook mensen... wij hebben niet per se die podia gekregen destijds vanuit muziekwereld en onderneming om de kansen te krijgen om daarin door te groeien. We moesten zelf ontdekken. En uiteindelijk wil je wel anders doen, snap je? En wil je met alles wat je doet, wil je proberen toch ook een podium te creëren. Dus hebben we ook vanuit de zaak, we verkopen Lumière... Le Monde Perdu en Harushi. En dat zijn gewoon mensen die ook gewoon dichtbij ons staan. Die ik gewoon ook gewoon persoonlijk ken. Snap je? Ik hoef niet een mailtje te versturen naar Duitsland of zo. Of naar China van, om die kleding te krijgen. Dat zijn gewoon mensen die ik gewoon waar ik mee ben opgegroeid, zeg maar, eigenlijk. Weet je? En vooral Harushi ook. Zijn twee jongens gewoon uit de buurt die ik van vroeger ken. En ze doen het supergoed. En toen dacht ik van, oké, weet je. We hebben drie... Le Monde Perdu heb je ook. Van Serginho doet het ook supergoed. Dat vind ik tof. En dachten van, weet je, gaan we nog een merk erbij zetten? Of laten we het nu zo? En voegen we sneakers eraan toe. Hebben we J5 Sneakers uit Amsterdam geconnect. Ja. Die is toen erbij gekomen. En daarmee doen we het samen. En toen hebben we nog nagedacht van... gaan we hierachter, om onderscheid te maken... gaan we een kappershoek hiervan maken. Mm-hmm. Om iemand, zeg maar, een beetje dat Amerikaanse gevoel... Yeah. eraan te geven, die draai eraan te geven. Toch bedacht, want we dachten... ja, kleding om in haren, tanto haren, zo in de zaak, zo, weet je. Dachten we, nee. Toen hebben we het open gehouden, maar waarschijnlijk gaan we hier... waarschijnlijk zo'n sneaker, zo'n shoe cleaner. Zo'n shoe cleaner, ja. Dat je dat kan zetten. En uiteindelijk is ook waar we ook, zeg maar, in het concept. In het concept willen we uiteindelijk ook gewoon jonge ondernemers die gewoon misschien toffe shit maken. Weet je, ook voor de mensen die nu kijken, gewoon van dat we uiteindelijk brand of the season doen. Dat we gewoon die vierde merk gaan we dan daar in een hoekje gaan we dan creëren voor. Ja, gewoon alweer pas begonnen. Maar kun je gewoon kwaliteit leveren en vinden we het tof, gaan we gewoon om de 3 maanden gaan we dan iemand de kans geven om je kleding... Kunnen mensen je nu al checken? Kan dat nog niet? Of nee, we gaan gewoon echt een... Een post eraan wijden. Brand van de maand. Brand van de maand. Dat mensen gewoon, weet je, uiteindelijk om gewoon iedereen een kans te geven, omdat je gewoon, weet je... Ga ook insturen. Kom maar, man. Ja, toch, ga ook insturen. En weet je, vaak denken mensen van, ja, het is...
Het is daarom, zeg maar, voor je eigen best wil en dat je eigen ding eruit haalt. Maar het is echt, je wil gewoon vanuit jouw eigen pijn en schade, wil je gewoon ruimte creëren voor nieuwe jonge ondernemers. Omdat jij ook niet, zeg maar, die kans hebt gekregen. En vanuit daar, als mensen gewoon toffe shit maken, is het tof. Is het niet hard? Is het niet hard? Snap je? Dus we gaan niet, zeg maar, vriendjespolitiek doen van, ja, maar jij bent mijn broertje, dus jij die, ja, de zusje. Wat hard is, is gewoon hard. En kan je leveren, leveren. Snap ik. Ik merk dat jullie vaker zijn op die model van, we zijn matties, maar het moet gewoon kloppen. Net zoals jij met je broertje zegt van, hey, ook voor Caferia, ik ga niet zomaar pushen. Als het gewoon hard is, klopt het. Als die kwaliteit daar is, klopt het. Zo en dan zetten we het. Ja, zo hoort het ook. Ik hoor jullie. Wanneer hebben jullie weer show in Frankrijk, man? We gaan wel naar Frankrijk. Ja, ik zoek een reden om weer te gaan. Kooi, je wil gaan? Ja, maar, ik wil, maar ik wil niet zomaar. Ik hoorde dat volgens mij ergens half maart. Ik kan er zelf niet zijn, want ja, Ramadan is bijna. Maar half maart hoorde ik wel dat er een feest is. I love Cap, volgens mij I love CV. I love CV. Hij wist het nog niet. Ja, man. Hij is geïnteresseerd. Ik hoorde het. 16 maart. In Franse. Franse, maar ja. Parijs. Hoorde ik zoiets. Je moet het even... Nou, ik zeg je eerlijk... Met ons... Nee, niet. Je praat over een show, hè? Ja, ik praat over show, man. Nee, hij dacht show, toch? Met ons. Nee. Niet met jullie, gewoon zonder jullie. Nee. Misschien jezelf even opgeven, hé. De laatste Franse show heb ik gemist, man. Was jij niet? Nee, ik was geopereerd aan mijn knie, man. Nou, die was goed, man. Ja, pas sinds die dag dacht ik van, oh, er wonen kabels in Frankrijk. Ik wist dat niet. Hij zei dat ik was bij een awardshow. Ik zag één meid, ik was verliefd op haar, ik kwam later erachter, ze is Kabo, Ronisha. Ik wist dat niet, man. Ken je Ronisha niet? Nee, is die meid waar jij het over hebt gehad. Ja, ze is blijkbaar hard gewoon, buiten dat ze knap is. Zij was ook daar in Ivorcus, man. Ik moest ook hier. Ja? Oké. Die link is daar, man. Oh, nee, maar gewoon niet die link. Oh, ja, je bedoelt gewoon die link, toch? Connectie gewoon. Nee, jullie zijn loco. Die link en co. Nee, link gewoon serieus, gewoon die manager van haar. En we hadden ook kennis gemaakt. En zij vindt onze muziek tof. Ik zei, ik gaf haar ook haar props, credits. En vooral omdat je ook gewoon bij de Cabo bent. En toen zei ze ook van, laten we connecten, man. Om te doen. Ja, nee, goede dingen, man. Ik ben benieuwd, man. Boys. We gaan afsluiten, man. Maar we gaan sowieso nog een volgende deel doen, man, bro. We hebben het over veel wat we hadden het eigenlijk gehad. Ook over muziek. We hebben heel plaatje, nog muziek, alles. We hebben het daarover gehad. Ja, we hebben het over heel veel niet gehad. Ja. Echt heel veel. Dus ik ben wel blij dat we het gehad hebben. We hebben niet eens over deep tissue gehad. Niks. Wat nog? Geen DJ Tutti Frutti, niks. Er is veel. Partout gewoon. We komen weer. We zitten weer. We gaan weer. Snap je? Ik ben niet eens met dit, man. Huh? Ik ben niet eens met dit, man. Bro, jij moet weg, hè? En we zijn lang in Cabo gebleven, maar het was goed. Nee, het was goed dat het zo ging. Forza Cabo weer! Nee! Snap je? Is er nog iets wat, wat jullie tegen de Capverdianen willen zeggen? Nee, niet tegen de Capverdianen, gewoon tegen alle mensen. 2024 gaan veel muziek droppen, man. Oké dan. Ja, man. En ik ben blij dat ik nu weet waar Yuki echt vandaan komt. Hey, broer. Love. Beste mensen. Maar wacht, ben je Yoruba of Ibo? Edo. Oké. Bijna wat is dat? Wat is dat? Ido. Je hebt verschillende stammen, maar ik ben geen Ibo, geen Yoruba, geen Hausa. Ik ben Ido. Hey, die broeder van ons is geen Nijja, man. Hoe? Ja, maar ik vroeg hem voor alle stammen. Hij zegt nee. Je hebt twee. Hij zegt net Sampas en Bido. Je hebt twee. Ja, nee, je hebt veel, man. Je hebt meer. Volgens mij zijn de twee Yoruba de grootste, toch? Zijn de twee meer? Nee, Hausa is de grootste. Hè? Ja. Deze was echt nice. Hausa. Ik moet je deze... Dat doet me denken aan een houseparty of zo. Ja, die Hausa is de grootste. Beste mensen, dit was Convo Talk Show met BL. Shout-out naar Jer. Shout-out naar Ems. Shout-out naar Yuki Christus. Shout-out naar Mella. Shout-out naar Edson. Edson. Yes. Man, en daar wilde ik het trouwens ook over hebben. Van die move dat jullie echt naar 5 gingen, zeg maar... Visueel, vond ik ook een master move. Maar we komen daar... nog over atmosfeer hebben, alles. Hey, G. Ah, ja. Ja. Mensen, er komt sowieso een deel 2, 3, 4, 5, 6. De hele kan ook. Kom erbij. Volgende keer met heel BL. Een dikke shout-out naar iedereen die kijkt. Maar nog iets. Ja. Wat zeggen ze? Sokupe Surinaams. Niemand zegt dat. Niemand zegt dat, bro. Niemand Sokupe zegt is. Dat. Broer! Lief, man. Hé, hey, broer, kan die camera. Man, wil zomaar niet staan. Hey, broer, ik zeg eerlijk, Surinamers klagen vaak. Als ze zeggen, het is niet vanuit jou of vanuit jou. Iemand heeft dat gewoon gezegd.
Gewoon een paar mensen. Nee, ze dachten gewoon oprecht niet van... Dat kan. Omdat Surinamers pushen die tune ook echt. Ja. Surinamers pushen die tune echt. Ja, dus daarom. Is gewoon ook... Is een hitje ook onder Surinamers. Ja. Maar en ze dansen dan ook Funaná, maar ze weten niet eens van ze dansen Funaná. Snap je? Je weet gewoon, je moet deze dansie doen. Snap je? Ja, mensen, man. Dat was Convo Talkshow. Een dikke shout-out naar iedereen en een dikke shout-out naar Armin. Tot gauw, tot de volgende. Part 2 komt eraan op 3, 4, 5, 6, 7. Bye.